kun je job over aan nemen hier, Jojo. Wat is dat hier, ja? Ik regel de camera's, ik klap in mijn handen. Jojo, zorg gewoon zeker dat alles aanstaat, hè? Okay, moet Tom ook iets doen voor u? Zeg maar, hè? Nu we toch bezig zijn. Nee. Als je wat omgekeerde wereld, nee. Dan kun je zeggen: ik heb Tom Magriek iets laten doen. Ik werk trouwens met twee camera's, maar niet dezelfde. Is dat niet impotent? Ja, we zitten op dezelfde dingen, op dezelfde kwaliteit. Ah ja. Oké. Okay. Goed. Ah. Je bent wel geïnteresseerd in die media, die behind the scenes. Hè? Hoe komt toen dat? Was het wat met gsm, zeg je? Toen heb je nog met gsm's gefilmd. Maar dat was ook nog dan een goede kwaliteit. Hè? Ja, ja. Dus alles moet je kijken naar degene die het consumeert. Hè. Je bekijkt het niet in de Kinepolis. Hè. Inderdaad, ja. Je bekijkt het op je gsm. En, ja. Maar hoe komt dat, die interesse erin? Ik merk dat inderdaad ook met Sammy, dat je er digitaal marketing gebeuren. Goh, ja, het zal mijn tweede passie zijn. Mijn eerste passie is politiek. En de tweede passie is communicatie of reclame of propaganda. Ik heb 9 maandjes in een reclamebureau gewerkt. Dus. Ja, okay, ja. En ja, nu gaat het met mij misschien lachen. In 2006 had ik al een YouTube-kanaal voor mijn studentenclub, een politiek studentenclub. Okay. 2006, dat is nu bijna 20 jaar geleden. Ja. Dat is, en ik heb daar toen ook leden mee aangetrokken. Mm-hmm. Dus we maakten dat gewoon heel simpel met foto's, of met zelfs een fototoestelletje, filmpjes. En we riepten dan van VTM-dinges dat we deden. En dat werkte toen wel, maar je zag wel dat daar alles kostte toen heel veel. En ja, we deden het met Windows Movie Maker, maakten we dat. Ja, was toen nog, maar, met die vreemde dingen, overgangen en zo. Ja, maar basically blijft het altijd hetzelfde. Hè. Frames, geluid, en dat is het enige waar dat werkt. Hè. Dat is het ABC van monteren. Ja, in principe is dat zo, kutten en bij elkaar plakken. Hè. Dat is, En om je vraag te antwoorden, want ik ben straks precies een echte politicus. Toen ik voorzitter werd van het Vlaams Belang, toen kregen we nog minder aandacht dan nu. En we krijgen nu al zo weinig aandacht. En dan ben ik heel snel begonnen met een eigen studiootje en eigen dingen. En dan zelf studio's in elkaar timmeren. Zelf maar je bent een handige, hè? Ja, zelf bedoel ik dan ons team. Ik zelf ben... ik kan wel iets, maar ik ben niet super handig. Geprobeerd een beetje. Geprobeerd, voor de show toch. En dan zo toch proberen, trial and error. En dan is eigenlijk... het heeft het nadeel dat we niet een super professioneel niveau halen. Langs de andere kant heeft het wel het idee dat we alles van A tot Z zelf controleren en zelf bedacht hebben. Dat geeft ook rust. Ja. Ja, daar moet je toch iets van trots op zijn, hè? Ja. Ja. Ik bedenk aan je filmpje van In de sneeuw. In de sneeuw? Het is zo koud. Ah, dat, je gelooft niet wat ik heb gezien. Oh, dat is eigenlijk een heel oude mop. Echt een heel oude mop. Dat was toen open VLD'er met zijn handen in zijn eigen zakken. Dat was toen, toen elke wat Kiwi de zaak uitkwam. Dat ze dat was toen of maar ja, maakt niet uit. Pak de VLD'er. Is het Pinksten? Is het allemaal? Is het de Kroon die plots... Oh, heb ik 200.000 euro te veel gekregen? Oh, dat wist ik niet. Oh, geen probleem. Ik ga terugstorten. Ah nee, ik heb het toch niet teruggestort. We hebben ook een podcast gehad met Raoul Hedebouw. Ja. Die had hetzelfde nu. Dat is waar. Die is daarop gejaagd, hè, op dat. Hè. Nu, dus op dat punt komen jullie overeen. Maar over veel andere dingen. Veel dingen niet overeen. Maar ze hebben gelijk, net zoals wij het al lang zeggen, het systeem is door rot. Normaal gezien een systeem in een democratie, macht corrumpeert. Als iemand te lang op een stoel zit, zelfs de beste, grootste idealist, om een duur na 30, 40 jaar... Is er iets dat toch misschien een gewoonte is waar je u niet meer attent zet? En met democratie hebben we er iets op gevonden. Om de zoveel jaar, mensen weg, nieuwe mensen. Maar natuurlijk, door het cordon sanitair blijft iedereen er al decennia lang zitten. De VLD is bekend 25 jaar aan de macht. De CD&V al sinds de Tweede Wereldoorlog. Zelfs de N-VA is al meer dan 10 jaar aan de macht in Vlaanderen. Ja, om de duur... Dus merk je gewoon dat er geen vernieuwing zit. Ik kan geloven dat dat een punt is wat u oprecht stoort. Maar wacht, dat wordt de nieuwe headline. Hè? Wat? Dan mag ik geen vrouw van Hedebouw gelijk. Op dat punt wel. Het omgekeerde zal hij nooit zeggen. Dat maakt van Raoul niet echt een groot politicus. Wij hebben er geen probleem mee. Als iemand iets goed zegt, ongeacht van welke partij, zullen wij dat steunen. Het omgekeerde, als het Vlaams Belang iets zegt, en het is waar, zal niemand ons steunen.
Daar geef ik wel gelijk in. Iedereen probeert dat gewoon een beetje te negeren. Ja, daar geef ik wel gelijk in. En dan wachten ze 2 jaar, 3 jaar of 10 jaar en als dan helemaal het kalf verdronken is, dan gaan ze het ook eens zeggen. Dus ja, op dat vlak vind ik dat wij de eerlijke politiekers zijn. Als het juist is, is het juist. Als het fout is het fout. Ongeacht van wie het komt. Cool. Dat is waar. Welkom, welkom, welkom. Welkom bij Podcast Het Perspectief. Hey, even voor de loyalisten. Seizoen 3. Echt waar? Seizoen 3? Seizoen 3. We beginnen direct met een knaller. Dit is onze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Van dit seizoen. Ja. En, in de zomervakantie nemen we altijd een kleine pauze. Kleine we gunnen pauze. Ons dat wel, hè, want we filmen elke keer. Deze hier is een maand lang op vakantie geweest. Ja, dat is, je geweest? Dat is nodig. Ik ben naar... Dat gaat je niet willen horen. Ik ben naar Turkije geweest. Ah, ja, okay. Blijf daar. Nu. Het is nog nooit... Als je een parkeerplek wilt hebben in Borgerhout, moet je in de zomervakantie komen. Nee, dat, dat is waar, hè. Hetzelfde in Mulenberg, maar daar heb je sowieso een parking. onze gast van vandaag, alweer een heel speciaal persoon. Zeker weten. Speciaal, meer ga je er niet over zeggen. niemand minder dan Tom van Grieken. Welkom, Tom. Hallo. We hebben al een ganse gesprek gehad, zowel buiten camera als on camera. Fijn dat je erbij zit. Dank je wel. Merci voor de uitnodiging. Bedankt voor het komen ook. Ja, is graag gedaan. Het is even rijden, maar ja, ik volg jullie podcast een beetje. En het heeft een gemoedelijke sfeer. Ja, ja. We lachen en ook tuurlijk. Serieus tegelijkertijd. Dat is een beetje het thema. Ja, dat is de dat is een beetje het thema. En ik zal beginnen met wat siroop op jullie baard te smeren, dat je er alle twee in hebt. Soms interessantere vragen dan professionele journalisten. Ah, wel, dat is ook fijn om te horen. Wij zijn ook zware voorstanders van alternatieve media, omdat traditionele media een beetje vastgeroest is in hun plek. Geen oog op vernieuwing, censuur. Censuur. Ja, ze bepalen meer de agendazetting. Ze luisteren vaak niet naar de gast, ze willen zelf hun agenda doorduwen. En iets anders, daar is niet bewust van hen, maar een wedstrijdjournalist zal al heel veel voorkennis hebben. Ja. En het is echt ongelooflijk fijn om gasten zoals jullie vragen te horen stellen als wat iedereen mee zit, die niet heel hard met politiek volgt, gewoon de actualiteit, en gewoon simpele vragen stelt. Want soms zijn de eenvoudigste vragen de moeilijkste om te beantwoorden. Dus klopt. Met veel plezier kom ik. Ja, normaal gezien, ja, de verkiezingen die komen er bijna aan. Hè, en de meeste politiekers die zullen dan wel ja knikken om te komen. Hè. Maar ik geloof dat jij ook ver van de verkiezingen zou komen. Ja, tuurlijk. Het is nog ver van de verkiezingen. Ja, ja, maar... We gaan de mensen toch nu niet lastigvallen van hallo, stem op mij, hallo, stem op mij. Dan zijn de mensen het beu binnen 2 maanden. Dat is waar. Wanneer zijn de verkiezingen juist? 9 juni. Ja. 9 juni. 9 juni 2024. Dus, een kleine 300 dagen. Oh. Ja, ja, dat is echt nog belangrijk. Maar we gaan merken dat als we gasten proberen te strikken, dat tegen de verkiezingen aan dat de politiekers iets gemakkelijker te strikken zijn. Dat die zelfs ons gaan contacteren. Ja, ja, ja. Dat gebeurt ook hier en daar. Nu, en ik moet zeggen dat het Vlaams Belang, en daar geef ik persoonlijk een pluim voor, omdat we hebben nu, dat is onze tweede conversatie al, en we hebben Dries van Langenhoven onlangs gehad, en dat was ook onze tweede conversatie al. Ik zeg niet dat jullie makkelijk bereikbaar zijn, hè, maar zeg het maar, ja, we zijn heel toegankelijk. Ik zeg wel, jullie doen graag mee aan dit soort initiatieven. Ik geloof dat dat Vlaams Belangers heel toegankelijke politici zijn. Heel vaak zitten daar van die politicologen en journalisten en opiniemakers. Wat is dus de mediastrategie van het Vlaams Belang en hoe bepalen ze dat? Maar ten eerste hebben we onze ideologie, dat is ons kader. Maar anderzijds, als je heel toegankelijk bent voor de bevolking, dan weet je ook wat er leeft op straat en bij de mensen. Ik zeg altijd, daar in Brussel, in de Ivoren Torens, waar al die kabinetsmedewerkers zitten en de ministers, denk dat heel hoog in die Ivoren Torens dat daar geen zuurstof zit. Die kunnen niet meer helder of normaal nadenken. Liever iemand voor mij die het op zijn manier zegt, maar met gezond verstand. Ja. Ik denk dat je met veel gezond verstand in de volksstraat veel verder geraakt dan allerlei politieke spin in de wetstraat. Ja. Kan ik mee akkoord gaan, ja. Dat is waar. Maar het is ook, hè, ik bedoel, de mens, de gewone mens, of het merendeel van het volk, is ook geen politicoloog en is ook geen dinges. En... Nee, dat zijn mensen zoals wij, hè, average, exact. Average Joes. Ja. Of Average, een bekende Turkse naam. Average Ahmeds. Average Ahmeds. Nee, ik wil eigenlijk, ik ga meteen met een hele felle vraag beginnen.
niet om je tegen te schieten, niet zo'n vraag. Maar... Wij Vlaams Belangers, wij zijn niet snel gechoqueerd. Dat is waar. Ja. Jullie chockeren. Dat is ook niet waar. Het is de realiteit dat vaak choqueert. Wij zeggen gewoon wat het is. Wij chockeren niet om te choqueren. Oké, okay, maar met een bepaalde bril op, zeggen jullie het wel. Zoals iedere politicus. Dat is waar, zoals iedere mens. Zoals iedere mens. Nee, mijn vraag is eigenlijk meteen... hoe ziet jij de samenleving? Wat is voor u de ideale samenleving? En dan heb ik het over Vlaanderen, over België. Goh, dat is een heel moeilijke vraag. Er worden boeken over geschreven, mm-hmm. heldere programma's. En ik weet dat jullie podcasts lang duren, maar dat zou toch wel heel lang zijn. Ik hou u... het is misschien een beetje te afgelikt als praatje, omdat ik die vraag wel krijg. Waar staat het Vlaams Belang voor? Wel, het Vlaams Belang, wij zijn geen socialisten of liberalen, maar wij zijn volksnationalisten. Mm-hmm. Wat betekent dat? Wij geloven dat er zoiets bestaat als een volk. Socialisten en liberalen geloven dat niet. Die geloven alleen maar individuen en socialisten en marxisten geloven in een klassenstrijd, gezegd op basis van hun sociaal-economische status, zei het iemand. Wij geloven dat er iets bestaat als een volk. Bretonen, Ieren, Catalanen, Palestijnen, zo ook Vlamingen en Walen. Mm-hmm. En aan de tweede geloven wij dat er iets is als het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Dat klinkt heel oudbollig, maar dat is iets heel belangrijk. Dat betekent dat ieder volk recht heeft op zijn eigen staat. Daarom willen wij graag dat de Vlamingen hun eigen staat hebben, de Vlaamse staat. Mm-hmm. Maar je bent natuurlijk niks met een Vlaamse staat als dat geen Vlaamse staat is. Je hebt nog wel bepaalde Vlaamse kenmerken nodig en daarom zijn wij tegen massamigratie. We vinden dat de massamigratie gestopt moet worden en met de mensen die hier zijn, of nu Vlamingen zijn van geboorte of mensen die hier zijn toegekomen, daar gaan we het Vlaanderen van morgen mee moeten bouwen. Maar met drie groepen mensen die er hier zijn gekomen, doen we dat niet. Mensen die er hier zijn gekomen om alleen maar te profiteren van onze samenleving, niet te werken. Mensen die er alleen maar hier komen om criminele feiten te plegen. En mensen die een extreme vorm van de islam, van religie aanhangen, daar doen we het ook niet. Die vinden we enkeltje terug. Maar met de rest gaan we het Vlaanderen van morgen moeten bouwen. We willen dat Vlaanderen Vlaams houden en we willen dat veilig houden. En een Vlaanderen dat een democratisch Vlaanderen is, waar mensen eindelijk het beleid krijgen waar ze zo lang voor stemmen. Ja. Korter als dat is het ongeveer. Ik kan nog wat meer in de diepte gaan. Ik ben een overtuigd democraat. Ik vind dat alle burgers gelijk moeten zijn. Er kan geen onderscheid zijn tussen burgers. Dat vind ik een belangrijk aspect. Ik ben voor veel grondwettelijke vrijheden, vrijheid van meningsuiting. Ik droom van een samenleving waar alles gezegd mag worden. Er is geen rem op de vrijheid van meningsuiting, behalve oproepen tot geweld. Ja, okay, zo van die zaken, daar geloof ik heel hard in. Ja. En als je dan zegt, je bent nationalistisch, of het Vlaamse Belang staat voor nationalisme, waar leg je de lijn tussen pro-eigen volk en anti-andere volken? Goeie vraag. Ja, dat is een zeer goede vraag. En dat zal eigenlijk zijn van welk standpunt je bekijkt. Mm-hmm. Ik bekijk het vanuit een nationalistisch standpunt. Mm-hmm. Weet u, nationalisme, dat is voor mij gelijk liefde. Voordat ik hier flower power begin. Maar een nationalist houdt van zijn volk zoals een moeder van haar kinderen houdt. En ja, als je iemand heel graag ziet, je kinderen, je volk, dan wil je dat beschermen tegen dingen die je volk bedreigen, die je kinderen bedreigen. Dus heel veel dingen die wij doen, is niet uit haat tegenover het vreemde, maar uit liefde voor het eigene. Waarom willen wij onze grenzen terug opnieuw controleren? Niet uit haat voor wie buiten onze grenzen staat, maar uit liefde voor de mensen die binnen onze grenzen zitten. En daarom pleiten wij voor stevige grenzen. Nationalisme is voor mij liefde. Oké, dat is een duidelijk antwoord. Staat je natuurlijk... Dat is een mooie vergelijking, hè, trouwens. Ja. Mooie vergelijking, hè. Zoals een moeder houdt van haar kind. Hè. Dat is ook relatable, hè. Ja, natuurlijk. En het is ook zo. Vroeger durf ik al eens te zeggen, eigen volk eerst of eerst onze mensen. Wat je nu hebt gezegd, klinkt beter. Dat is ook wat een moeder zal zeggen, hè. Ja. Ik zorg eerst voor mijn eigen kinderen, maar wij zeggen niet dat we niet voor anderen willen zorgen. Maar natuurlijk, een euro kan je maar één keer uitgeven. Dus wij vinden persoonlijk dat we eerst het hier gaan moeten doen voor de mensen hier. Is er nog geld en tijd over? Misschien voor anderen. Ja. Maar in eerste, en ik vind dat de huidige regering de afgelopen decennia het omgekeerd doet. Ja. Dus we spelen het OCMW voor heel de wereld. Iedereen mag naar hier komen. Je hebt recht op eens erkend als asielzoeker, eens erkend heb je recht op sociale woning, leefloon, kindergeld. Terwijl de wachtlijsten voor een sociale woning oplopen tot 7 jaar. Je hebt een gehandicapt kindje en je hebt de steun nodig. Immense wachtlijsten. Ons onderwijs, kwaliteit van het onderwijs daalt. Ja, maar jongens, hebben we niet eerst problemen hier? En al die partijen, van N-VA tot PvdA aan toe,
die wil altijd maar meer migratie binnenhalen. En ik denk persoonlijk dat je een probleem niet echt oplost door dat groter te maken. Eerst al eens proberen met wat we hier hebben en eens kijken of we daar het Vlaanderen van morgen kunnen doen. Ik denk allemaal niet dat dat zo extreem is dat het Vlaams Belang zegt. Wat anderen doen, dat vind ik heel extreem. Nu eigen volk eerst is inderdaad zo een van die trademark-uitspraken van het Vlaams Belang. Dat is de just do it van het Vlaams Belang. Maar wat bedoelen jullie daarmee exact? Met eigen volk eerst, bedoel je dan de Vlaming? Bedoel je de Belg? Bedoel je de allochtoonse Vlaming? Bedoel je de autochtoonse Vlaming? Nee. Wel, laat me eerst zeggen dat het eigen volk eerst principe iets is dat in heel de wereld courant is. Laatst heb ik van iemand een toespraak gehoord die zei: een Fransman is Fransgezind. Hij zegt Franse eerst. Een Engelsman is Engelsgezind. En een Vlaming is dus ook Vlaamsgezind en komt eerst op voor zijn Vlaamse belangen. Op zich is dat principe niet zo gek. Hier is het de moeilijkheid binnen België. Als ik die voorbeelden geef, uw Franse identiteit en uw Franse nationaliteit ligt bijna op elkaar. Mm-hmm. Aangezien wij binnen België zitten, heb je een Belgische nationaliteit, uw paspoort, mm-hmm. en een Vlaamse en een Waalse identiteit. Dus wij streven dat onze Vlaamse identiteit ooit een Vlaamse nationaliteit wordt, mijn eigen paspoort. Dus, lang verhaal, maar het is wel belangrijk die nuance. Wij zijn heel streng in alles wat we indienen van wetsvoorstellen, is verstrenging van onze nationaliteit. Het verkrijgen van je paspoort, daar moet je veel voorwaarden aan voldoen, taal spreken, blanco strafblad hebben, en als je het te bond maakt, kunnen we dat ook terug afnemen. Mm-hmm. Op dat vlak leggen we de lat heel hoog. Daar moeten we niet flauw over doen. We zijn niet, het Vlaams Belang hangt niet het bordje buiten, iedereen welkom. Dat moeten we van ons niet verwachten. Over uw Vlaamse identiteit, dat is iets anders. Dat kan ik niet controleren of opleggen. Ik draai het om. Als u vraagt, wij zijn ons volk, wat is een Vlaming? Ik stel de vraag om, voelt u Vlaming? Ja. Dat is stap 1. Maar laten we ook heel eerlijk zijn, er zijn ook sommige derde generatie allochtonen die zeggen, nee, absoluut niet. Ja, dat zult je ook wel horen, ja. Nu, dat heeft ook met... tal van andere factoren te maken. Inderdaad, ja. Maar je kunt als derde generatie, waar je vandaan komt, dat kun je niet veranderen. Daar moet je zelfs trots op zijn. Op je roots mag je trots zijn. Ja. Maar waar je toekomst ligt, dat is een bewuste keuze. Mm-hmm. Als jij zegt, ja, mijn toekomst ligt niet in Vlaanderen, ik heb niks in Vlaanderen, ik wil alles hebben zoals mijn herkomstland of mijn land van mijn voorouders. Ja, wat doe je dan nog? Het is een bewuste keuze. Transitland, hè? Ja, nou, drie generaties zijn dat toch heel lang aan het wachten. Dan, maar dat is de vraag, ja, waar ligt uw toekomst? En daar is een Vlaming zet je dus op twee manieren. Dus op één manier kun je er niks aan doen. Als één van uw twee ouders Vlaming is, zet je dat bij geboorte. En op een tweede manier is als je daar bewust voor kiest en kiest voor de naturalisatie, dat is uw nationaliteit. Dat zijn de twee manieren. Dus er is niet dat Vlaams Belang, als Tom van Grieken en het Vlaams Belang aan de macht is, komt niet de flipchart boven van check, 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 check. Jij bent Vlaming, check, 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 jij niet. Dat is natuurlijk moeilijk, hè, om dat waar te nemen ook. Hè. Ja, en Vlaming zijn is, je kunt dat ook niet exact beschrijven. De Vlaming van 1302 is niet die van 2023. Nee. Er zit automatisch evolutie in. Is veel softer ook. Hè. Ja. Maar ik doe wel niet met, als je hier zou knippen. Waar je dat zou kunnen doen, is het misschien iets te relativistisch dat iedereen Vlaming kan zijn? Dat vinden we dan ook weer niet. Een volk heeft wel wat gemeenschappelijke kenmerken. Gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke cultuur, gemeenschappelijke afkomst, gemeenschappelijke geografie, gemeenschappelijke toekomst. Nu mocht je niet focussen dat je al die dingen moet afvinken, want bijvoorbeeld, ik geef u een niet-controversieel voorbeeld, taal. Als enkel taal doorslaggevend zou zijn, ja, dan zijn Ieren hetzelfde als Engelsmannen. En dat is niet. Ja. Het is de combinatie van beide. Het een zal wat meer doorslaggevend zijn dan het ander, dat een volk definieert. Maar dat is geen exacte wetenschap. Als je zegt afkomst is doorslaggevend, wat wij niet zeggen, ja, dat zei de nazi's. Het is enkel de bloedlijn, anders kun je nooit Duitser worden. Of dat zeggen de Israëli's, hè. Enkel door de Joden kun je alleen maar Jood worden omdat je moeder Jood is. Nee, anders ook niet. Zelfs de vader niet. Hè? Nee, dus die dingen, daar blijven we ver vanaf. Wij zijn voor nationalisme. Je kunt het hebben door geboorte, maar je kunt het ook hebben doordat je je engageert en je naturaliseert.
Ja. Als je nu Israël aanhaalt, hè, want je zei net ook dat islamisering, dat islamisering ook een probleem kan zijn voor de toekomst van België. Dus voorwaardelijk, ik zei het meer als het is een probleem. Als je het verder wilt maken. Oké, dan ga ik eerst daarbij beginnen. Waarom is het een probleem? Wel, omdat wij denken dat, en ik ben er ook eigenlijk van overtuigd. Nu, islamisering, ik moet ook wel zeggen daarbij, islamisering is een... Dat is een idee. Ja, wat is islamisering? Dat is een idee. Allee. Islamisering is, wat je zou kunnen doen, is het toenemen van de hoofddoek in het straatbeeld, gescheiden zwemmen in publieke zwembaden, dat je er halal vlees op scholen wordt gaan. Dat is een christelijk land, of christelijk-humanistisch land, dat Vlaanderen was, dat nu geïslamiseerd wordt. Islamisering, maar dat is toch al lang geleden dat Vlaanderen christelijk was? Dat zal toch niet meer dan 50 jaar geleden zijn voor een regio dat 2000 jaar toch Europees is. Is dat? Is dat maar 50 jaar geleden? Ja, de islamisering. De islam is meegekomen met de gastarbeider, in eerste instantie. 1960. In 1302 liep er geen ene islamiet rond. Hè. Dat is iets zeer recent. Mijn grootouders zullen perfect weten dat zoiets als de islam absoluut... Kinderen dat helemaal niet. Bestond, ja. Dat leerden ze de 1001 nachten. Hè. Dat was het meest exotische. Dus dat is de islamisering. Dat kun je feitelijk vaststellen. Hey, we brengen ook wel een leuk staaltje cultuur met ons mee. Hè. Moet ik ook wel even zeggen. Hè. Er is geen enkele cultuur op aarde die alleen maar slechte dingen met zich meebrengt. Mm-hmm. Altijd mix. Wij dat vinden... zie ik niet als een compliment. Nee, maar als ik dan toch zo stout mag zijn. Ik vind dat cultuur ook gebonden is aan een regio. Ja. Ik vind bijvoorbeeld dat... ik wil iets controversieel proberen te pakken. Hè. dat een Amerikaanse jeans- en McDonald's-cultuur geen plek heeft in Afghanistan, bijvoorbeeld. Ja. Dat wringt. Mm-hmm. En wij vinden dat de islamitische cultuur geen plek heeft in het Westen. Onze stichter Karel Dille zei... Vlaanderen is een land van belforten en kathedralen, niet van minaretten en moskeeën. Er is een reden waarom dat er kerkstraten zijn en geen moskeestraten. Er is een reden waarom dat wij kathedralen hebben. Dat betekent niet dat Vlaanderen een christelijk of katholiek land moet zijn, maar dat toch christelijke roots heeft, dat kun je niet ontkennen. Maar ik denk, als je de binnenstad wandelt, in Brugge bijvoorbeeld, dan voel je dat ook wel. Hè? Het is niet dat er een Midden-Oosterse stijl of architectuur of zo. Nee, het is eigenlijk hetgeen wat er nu is gewoon om te bevoorraden voor de bevolking die er is. En dat is een beetje het leefbaar maken voor de samenleving. Voor ook, zoals jij zegt, die Vlamingen. Ik zie mezelf als Vlaming. Ik moet natuurlijk ook een plaats hebben... Want niet elke Vlaming heeft dezelfde kleur. Of niet elke Vlaming draagt dezelfde geloofsovertuiging zelfs. Maar ik moet natuurlijk ook in mijn Vlaanderen moet ik een plek hebben om mijn eigen identiteit te kunnen beleven. En dat doe ik in een halalslagerij. Dat doe ik in een moskee. Dat zal ik doen in op zo'n plekken eigenlijk. Ja. En het is niet dat er in elke straat een moskee moet zijn ook. Hè. Dat is, dan gaan we terug naar de jaren 1400. Vind je dat er in iedere straat in Saudi-Arabië kerken moeten kunnen staan? Nee, dat vind ik ook. Ik vind niet dat dat hoeft, maar ik vind wel... Dat die er moeten zijn. Ja? Ter beschikking van de christenen die aanwezig zijn. In Turkije zijn er genoeg. Ik zal het wat straffer zetten, want christendom, islam, dat is nog iets dat... Het is nergens echt een succesvol huwelijk. Maar vind je dat er synagogen in Marrakesh moeten staan? Nee. Zou die synagogen in Wamp staan? Synagogen in, ik zeg maar iets, Saudi-Arabië moeten staan. Ook, jawel. Ik vind van wel, ja. Ik vind vrijheid van geloofsovertuiging, dat is ook een belangrijk punt. Komt de clue. Als het streven van de islam in zijn pure vorm naar de sharia is, en overal waar de islam de staatsgodsdienst is, zijn geen minderheden. Zijn geen religieuze minderheden. Minderheden zijn er alleen maar waar de christelijke cultuur dominant is. Minderheden verdwijnen zodra de islam de staatscultuur is. Ik moet ook wel zeggen, zelfs de christelijke cultuur verdwijnt waar het christendom de dominante dingen is. Allee, de dominante. Maar dat is zeker, hè? Die linkie winkies van mei 68, met alles moet weg, de oikofobie, de zelfhaat, alles wat wij doen is heel slecht was. dat is minstens... Ik heb zo een
een dingetje dat ik vertel bij jonge nationalisten. Ik zeg, vergis u niet, niet massamigratie of islamisering is het grootste probleem. De ongelooflijke Europese zelfhaat is het grootste probleem. Hoe kunt je nu in hemelsnaam verwachten dat nieuwkomers u respecteren, uw cultuur respecteren, als je zelf niet respecteert? Je komt toe en je zegt, jongens, doe maar een beetje. Hè. Maar meneer Van Grieken, welke taal zou ik moeten spreken? Nee, kiest maar wat, we doen hier zomaar wat. Geen enkel land ter wereld zou dat normaal zijn. En hier hebben wij 30 jaar lang, wat zeg ik, 60 jaar lang, VLD'ers, groene CD&V'ers, doe maar wat, jongens. En na 30 jaar, tja, dan leven al die mensen hier naast elkaar. Hadden we daar niet beter regels opgelegd? Als ik naar scholen ga spelen, ik heb te weinig tijd om in scholen met debatten te gaan spreken, zeg ik altijd, je moet een leidcultuur hebben en je moet duidelijke regels hebben. En dan zeggen ze, ja, maar dat is niet waar. Ik zeg, jawel, een samenleving is als het verkeer. Als er een Brit in Vlaanderen komt wonen, dan kan ook hij niet al zijn cultuur behouden en zijn gebruiken. Jawel, meneer Van Grieken zegt, dat is niet waar. Op het moment dat hij in zijn auto stapt en hij zegt, ik ben Brit, dus ik rij links, dan is hij zijn straat nog niet uit of heeft een accident. Nee, maar het is ook een samenleving is een set van wetten en regels. Dus je hebt waarden die normen zijn en normen die wetten worden. Als je die niet aanvaardt, ja goed, dan kun je niet met mijn auto rijden als Brit. En dat betekent ook weer culturele verschillen. Dus je zei er net, als ik nog maar ga op terug inpikken, ik wil mijn identiteit beleven door naar een halal slagerij te gaan. Dat is een standpunt dat je kunt hebben. Maar we hebben hier een debat gehad in Vlaanderen, decennia lang, dat dierenwelzijn en onverdoofd slachten iets is dat we niet langer aanvaarden. Ik ga terug 60 jaar geleden in Vlaanderen, was dat iets zeer courant om zelfs dieren onverdoofd te slachten. Onze samenleving is geëvolueerd en we hebben gezegd, we doen dat niet meer. Als we dierenleed kunnen vermijden, doen we dat niet. En dan heb ik er wel een probleem met dat mensen zeggen, ah, maar religie staat erboven. En dat kan niet in een democratie. Een democratie is, als iedereen die wet stemt, geldt ze voor iedereen. Ja. Dus zijn we als slagers dan dieren van het buitenland laten komen die al geslacht zijn? Dat is minstens even problematisch, maar daar kun je niet de wetgeving van een ander land beïnvloeden. Mm-hmm. Maar ja. Wij zijn gewoon op ons grondgebied, dat is het soevereiniteitsprincipe, wij oordelen over de wetten die hier gelden. Is het niet? Je kunt een debat voeren. Leidt het dier wel, leidt het dier niet? Nee, dat is een ander debat. Een ander debat. Maar op een bepaald moment is er gestemd geweest en het is verboden. En als je dan zegt, wat is het probleem met islamisering? Ik ben niet de politicus die... Ik ben tegen islamisering, ik heb fundamentele problemen met de islam. En er zijn andere politici in mijn partij die met Sunna zoveel en vers zoveel een heel religieus debat kunnen voeren. Ik ben zelf gelovig. Je overtuigt geen gelovige door te zeggen... Uw geloof trekt op de ballen, want dat is een non-discussie. Nee, het is ook een heel breed onderwerp, ja. Hè? Dus het is gemakkelijk om uit te kiezen. Ja, maar ik draai het om en wat doe ik dan voor het uitgelegd te krijgen? Ik zijn meestal drie vragen. Waarom het islam niet compatibel is met onze democratie? Mm-hmm. Is de Koran het letterlijke woord van Allah openbaard aan Mohammed? De Koran is het letterlijke woord. Ja. Mm-hmm. Dat is een groot verschil met... de Bijbel, waar er vier evangelies zijn die daar eigen interpretatie hebben. Ja. Tweede, mocht ik u pakken. Moet jij nu zeggen, ja, Allah heeft het zo gezegd, maar ik interpreteer het zo, jij als gewone moslim. Moet jij dat nog wat zeggen? Allah zei wel dat ik dat moest doen, maar eigenlijk doe ik gewoon mijn goesting. Mag je dat eigenlijk? Volgens de geleerden niet. Voilà. Dat is twee. Alle verschil, dus je mag het niet interpreteren. Nu komt de clue. Wat is democratie? Als er 50% van de mensen, een vertegenwoordiger van de mensen, een wet stemmen, dan moet je die volgen. Maar wat als die wet nu lijnrecht tegenover ingaat wat in de Koran staat? Wat moet je dan volgen als brave moslim? Nu, dat is, het wordt ons wel gezegd, dat als moslim zijnde, dat je zolang het niet haaks is met je religie, om u aan te passen aan de maatschappij waar je verblijft. Wat als er nu een wet gestemd wordt die haaks is op je religie? Wat moet je dan doen? Nu, dat is een moeilijke. Ik ga daar niet op antwoorden, want dat is een moeilijk voorbeeld. Onverdoofd slachten is daar het voorbeeld. Nee, van. Er zijn meerdere opties bij dat debat. Hè. Nu, dat debat is gelinkt aan ook heel veel hypocriete opvattingen natuurlijk. Hè, want
dierenleed, alsjeblieft. Je proteïne die je haalt van de supermarkt, daar hoef ik zelfs nog geen kanttekening bij te maken. Het dier heeft een heel leven geleid vooraleer die geslacht werd. Dus okay, ja. maar laten we nu dat, voor alle nuances even bij. We trekken het even voor het debat scherp te stellen. Stel je voor dat er geen nuances zijn over overdoofd slacht. Het is gewoon, je moet dat doen. En de wet zegt, je mag het niet doen. Wat moet je dan doen als gelovige moslim? Wij hebben ook de optie natuurlijk om geld op te sturen. Hè. Dus de Koran die... Ach, die optie... En ik wil dat pushen. Waarom push ik dat? Dan moet dit horen. Nee, nee, al twee schapen in de tuin. Allahu Akbar. waarom push ik dat? Omdat dat relatief onschuldig is, wat ook maar het is niet echt zo onschuldig, dat we dat conflict veel minder zien met andere religies. Ja, dat, ik denk... De spanningsveld tussen democratie en islam is zo intens dat ik denk dat het veel minder compatibel is als ideologie. Zijn er heel veel moslims die zeggen, ik interpreteer het wel, en als de imam mij niet lastig valt, dan doe ik toch gewoon mijn goesting? Tuurlijk. Er zijn veel gematigde moslims, maar er is geen gematigde islam. Net zoals... Ik ga je een antwoord geven op uw vraag. Ik zou kosher vlees halen. Ja, maar ik vind ook kosher vlees, als dat ook onverdoofd geslacht is, dat kan ook niet. De wetgeving geldt voor iedereen. Ik moet wel zeggen, net zoals dat we het jammer vinden dat een dominant christelijke samenleving verwaterd, moeten we net respect hebben voor een islamitische cultuur en geloofsovertuiging die het niet verwatert. Want je kunt niet het ene erg vinden en dan... Ik persoonlijk vind het jammer dat christelijke waarden... Want je zei in het begin, een christen en een moslim, dat is geen goed huwelijk. In deze tijd... Christendom en islam is nergens een goed huwelijk in de geschiedenis. Ja, nee, dat is waar. Maar we zijn op een punt gekomen... Een christen en een moslim kan wel, hè. Ja, maar ik bedoel, we zijn nu op een tijd wat we in heel ons leven eigenlijk niet hebben gekend. En dat is de opkomst van... De zware opkomst van de atheïst. Hè? En ik geloof dat... Ik zal altijd een gelovige meer vertrouwen dan een ongelovige. Dat is misschien een felle opmerking, hè? Maar iemand die gelooft, die staat achter iets. Hè? Iemand die gelooft, die... Ik geloof in het vliegend spaghetti-monster. Nee. En vertrouwde mij dan dat ik dat zou zeggen? Nee, toch? Nee, natuurlijk. Daar zijn ook nuances bij. Natuurlijk, maar daar zit het verschil. Welk geloof is nu het ware geloof en welk is nu het meest echt in het pure? Ja, voor mij het onze, voor u het uwe. Ja, maar... daar zit volgens mij iets in. Ik denk dat het gaat over argumenten, wie de beste argumenten heeft. Mm-hmm. Dat is ook waar, hoor. Ja. En we hebben iets in het Vrije Westen, waar nergens ter wereld bestaat. Mm-hmm. Vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. We betalen daar een prijs voor. Weet je wat dat is? Je hoeft geen respect te hebben voor een andere mening en je mag die beledigen. Dat is de keerzijde van het ongelooflijke, want dat bestaat maar een goeie 60, 70 jaar... Ja, 80 jaar, dat iedereen zijn gedacht mag zeggen. Mm-hmm. De prijs dat je betaalt, ja, okay, met nuances en censuur en zo. Maar als je op de geschiedenis kijkt, is dat een ongelooflijk tijdsgevricht waar we leven. Mm-hmm. De enige prijs die je ervoor betaalt, is dat je beledigd kunt worden. Ik ben bereid die prijs te betalen. Ik stel ook weer vast, maar dan zijn we weer te veel altijd over de islam bezig, dat het iets moeilijker ligt bij de islam. Nu, ik moet zeggen, antisemitisme is... Ik denk dat de Joden daar de trofee pakken. Hè? Zij hebben daar wettelijk dingen verankerd. Maar ik vind dat Etienne Vermeers daar interessante dingen over zei. Dat eigenlijk abstract gezien niet oké is. Men mag wel niet vergeten dat we uit een tijdsgevricht komen hier in Europa, waar er toch wel zeer onheus is omgegaan met de Joodse populatie. Het menselijk leed is... Ja, groot, ja. Op zo'n grote schaal mensen vernietigen, ja, dat gebeurt alleen maar bij communistische landen. China, Rusland en dergelijke. De Oeigoeren bijvoorbeeld. Ja. Bedankt. Dat is waar. Nee, maar ik wil wel die vraag even omdraaien naar u. Ja. Want je zegt dat je zelf ook gelovig bent. Ja. Een christen, neem ik aan. Katholiek zelfs. Christen, vrijblijvend. Ja. Oké, katholiek. Wat als er een wet zou komen die haak staat op een katholiek? Dus het... We hebben het voordeel een beetje. Ja, ja. Er zijn er best veel, zelfs veel ethische wetten. Wat doe jij dan? Ja, ik moet de wet volgen. Dat is ook meer een democraat. En wat zegt uw geloof dat je moet doen? Ja, maar het geloof moet zich... Dat is dezelfde vraag die je ons stelde. Het geloof zegt dat ik de wet moet volgen.
Want in het christendom is er een typisch ding dat de staat mag doen en het geloof. Mm-hmm. Wat is het verschil? Ik vind dat een geloof organiseert zichzelf en dan mag de staat zich niet moeien. Mm-hmm. Het is niet aan de staat om te zeggen hoe dat gelovigen hun geloof moeten ordenen. Maar het is ook niet aan de religie om te zeggen hoe een staat zich moet ordenen. Mm-hmm. En christenen aanvaarden dat nu veel makkelijker. Er zijn ook zotte christenen die dat niet aanvaarden. D'accord. Maar als politicus probeer ik analyses te maken die generalistisch zijn. Uiteraard gaat er altijd een uitzondering zijn, een voorbeeld. Mm-hmm. Maar je kunt geen principes trekken of algemeenheden als je alles maar blijft naar het individu te herleiden. Ja. Tom, de aanleiding van deze podcast was een reactie die jij hebt achtergelaten. Omdat we hadden een clip gedeeld over uw conversatie met een journalist. Marianne Bari. Ja, inderdaad. 66.000 keer bekeken. Even de best bekeken YouTube-filmpjes van VRT niet. Ja, maar... Stiekem trots. Ja, maar dat geloof ik. En nog censureren ze u. Mm-hmm. Met al die views. Want je had dan commentaar gegeven op wat er in die clip die van ons gezegd was. Ja. Hè? Maar ik ben terug proberen te gaan kijken over... Ik wou dat terug opbrengen. Maar ik vond dat nergens terug. Oh. Kan dat? Dan heb je... Ik heb goed gezocht, hè. Ja, je moet gewoon kunt opnieuw weer bekijken. Maak reclame voor de YouTube? Ik maak geen reclame voor de VRT YouTube-kanaal. Maar dat kanaal dat ik dus niet bij naam noem, daar zou je het wel terug kunnen zien. In het vorige gesprek, ik wist al niet meer exact waar het over ging, maar je had me geciteerd en je noemde het basically. Ja. Zei Tom, maar basically... Citaat is een citaat en basically... Dat is waar. Is geen citaat. Maar ik denk, jullie hadden, want ik denk er nu ook terug over aan. Jullie hadden het over kiezers van het Vlaams Belang die moslim zijn. Ja. En uw antwoord, basically, omdat ik die video niet heb terug kunnen vinden, kan ik niks afhouden. Uw antwoord daarop was dat eigenlijk de islam eigenlijk haaks staat met de... Met Vlaanderen of met de Vlaamse identiteit? Oh, iets in die aard. Zoals ik net zei, de vraag die ik kreeg was... kunnen moslims op het Vlaams Belang stemmen? Het antwoord is daarop eigenlijk ja. Alleen denk ik, als je ideologisch kijkt... Zoals ik zeg, dat de islam is niet compatibel met onze Europese waarden. Dat het ideologisch botst. Maar wij stellen wel vast dat er ook wel wat allochtonen met moslimgeloof... of een islamitisch geloof, mijn excuses, dat klonk nogal knullig. Dat veel allochtonen die islamitisch geloof aanhangen, ook wel op ons stemmen. Ze weten dan wel dat het botst in zaken religie. Want ja, je kunt veel zeggen van het Vlaams Belang, maar we hebben niet echt een verdoken agenda. Hè. We zeggen wel waar het op staat. Maar als het gaat over veiligheid, harde aanpak criminaliteit, als het gaat over al dat transgender onzin, als het gaat over die dwaze LZ-zones dat je met je auto nergens binnen kunt, dat je op een bepaald moment ook zeggen, ja, er is nog maar één partij met gezond verstand, maar... Iedere gelovige moet dan maar een gewetensonderzoek doen. Kunt je op het Vlaams Belang stemmen of niet? Dat is een moeilijke vraag. Mijn programma is... Wij krijgen mailtjes binnen van... Voor mensen die een beetje Antwerpen kennen. Van Marokkaanse meisjes. Hallo, Vlaams Belang. Kunt je eindelijk iets doen aan de onveiligheid op de Rooseveltplaats? Want al die Afghanen die er rondhangen, ik voel me niet... Dus er is iets dat... Maar dat is wel ziek, daar Roosevelt. Dus ja... Dat is echt gewoon next level daar. Ja. En je leest ook comments. Hè? Hoe vaak lees je comments onder als ik een video post of een post toe? Van, Tom zegt dat keigoed, alleen jammer dat hij mij buiten wilt. Dat is een bekend. Dit is gevoeld iets, ja, dat religieus ding, maar ja, het Vlaams Belang is nogal hardnekkig en principieel. Wij gaan er niet op toegeven. Maar als je naar de andere standpunten kijkt, ja, zijn we de Partij van het Gezond Verstand en er leeft... onder een deel van de allochtone jongeren ook wel wat gezond verstand. Nu, het is natuurlijk moeilijk. Ja. Als je echt eerlijk moet zijn, Tom, moet je alle moslims eruit? Ik wil niet alle moslims eruit. Maar dat is ook één onhaalbaar, ondenkbaar. Ikzelf ben opgegroeid in een multiculturele school. Ik ben geboren aan de stationsbuurt in Antwerpen. Dus ik heb nooit een volledig christelijk blank Antwerpen of zo gekend, zoals mijn overgrootouders zouden gekend hebben. Dat ken ik allemaal niet. Ik heb me zelfs moeilijk inbeelden. Wat ik wel vind, en dat blijf ik herhalen, ik vind dat we de instroom moeten beperken. Sommige wijken in Genk, in Antwerpen, in Brussel. Ja. Ja, tro is te veel heeft en te veel is tro. Heeft dat niet te maken met het systematisch plaatsen? Bijvoorbeeld, ik weet dat het in Houthalen, in Genk, in Beringen...
Eigenlijk, dat is een probleem wat Vlaanderen zelf in de hand heeft gewerkt. Hè. Want als jij alle mijnwerkers samen in één cité gaat zetten... In ghettos. In ghettos. Hè. Letterlijk in ghettos. Want ik weet dat de buurten waar ik ben opgegroeid en de buurten... En ik ben verstandig om dat te kunnen inzien. Hè, dat alles is mooi op de hoofdbaan. Hè. Mooie grote huizen. Een tandarts woont daar. Een dokter woont daar. Van één straatje recht en alles zit op elkaar geplakt. En wie woont daar? De kinderen van de mijnwerkers en de mijnwerkers. Dat is wat ik dus die linkse partijen verwijt. Die hebben die in de tijd, in de jaren 60, ze laten komen en geen plan. We hebben altijd gezegd over sociale woningen, gebruik het Deens systeem. Maximum 10% van je sociale woonblokken mag naar mensen met een niet-Deense nationaliteit gaan. Waarom is dat? Voor net dat contact hebben. We zien nu vandaag dat er heel veel mensen er hier komen. Ja, die hebben een netwerk, ongelooflijk. Syriërs hebben een netwerk, Congolezen hebben een netwerk, Turken, Marokkanen. Je kunt zelfs bijna in Brussel jaren rondlopen zonder een woord Nederlands of Frans te spreken, want dat is een heel netwerk. Dus ik denk dat wij een fout hebben gemaakt. Mm-hmm. Niet wij, de andere partijen een fout hebben gemaakt. Door te zeggen, doe maar op, we zien wel. Twee, de meerderheid van de mijnwerkers waren wel Vlamingen nog altijd. Die hebben er toch ook zich er kunnen uitwerken. We zien ook de Europese gastarbeiders iets sneller. Nee, die hebben het niet lang overleefd, hè? Tot de jaren 60 of zo. De Grieken en de Italiaanse gemeenschappen en zo zijn iets minder problematisch in de samenleving. Dus er is nog wel een ander aspect dat we toch ook niet mogen ontkennen, dat het vooral de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap is, dat iets moeilijker integreert. Ik ben heel eufemistisch, maar laat me ook zeggen of dat nog komt. Mochten het alleen maar de gastarbeiders zijn die keihard gewerkt hebben en daar de kinderen en kleinkinderen van, dan hadden we geen groot multicultureel probleem. Het is dat sinds de jaren 70 men mensen is blijven verwelkomen, blijven toestromen. Ik heb een clipje dat je misschien hebt gezien, dat ik zo tussen dozen rondloop en zeg over de asielcijfers. Ja, het is waanzin. Wij zijn Hotel Belgica. We zijn permanent is het open deurdag met deze Vivaldi-regering. Dat moet stoppen. Je kunt het probleem van ghettovorming niet oplossen door meer mensen naar hier te halen. Dat is waar ik bijvoorbeeld de PvdA verwijt. Dat is niet de Partij van de Arbeid, dat is de Partij van de Allochtonen. Die liggen helemaal niet wakker van arbeidersomstandigheden. Die willen altijd maar meer migranten, meer lage lonen, voordat een baas minder loon moet betalen. En dat probleem wordt altijd maar groter en groter. Maar wie wordt er nu beter van? Wat is onderwijskwaliteit nu naar omhoog als er meer anderstaligen in die klas zitten? Nee, toch? Kunnen we daar nu eens eindelijk herkennen? Ik denk dat dat ook gezond verstand is. Mm-hmm. Ik wil even terug inpikken op een klein stukje wat je net zei. Over het integratie. Hè? Ja. Want je zei van Turken en Marokkaan zijn toch hebben meer moeite met het integreren dan die andere volkeren, of die andere culturen. Vanaf wanneer zeg je een persoon is geïntegreerd? Goh, ik kan dat ook niet exact zeggen, want integratie is... Naar gelang uw ideologie bedoel ik dat ook natuurlijk. Hè? Integratie, je zou kunnen zeggen dat een Chinese gemeenschap geïntegreerd is, ook als zijn die minder in contact met de autochtone bevolking dan bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap. Het heeft ook wat met conflict te maken. Is er veel conflict of niet? Zijn er wat teruggetrokken of niet? Ik denk dat dat meespeelt. Dus over integratie, wat denk ik dat kan? Een individu kan assimileren. Mm-hmm. Dat betekent, mijn roots liggen ergens. En ik ben Vlaming, ik word Vlaming en mijn toekomst ligt daar. Groepen mensen kunnen integreren. Noem bijvoorbeeld, pak Amerika nu als voorbeeld, de Italiaanse gemeenschap is daar geïntegreerd, of de Ierse gemeenschap. Die hebben een sub... Een semi-sub nationaliteit. Wat betekent exact, dat? Als het St. Patrick's Day is, als je 1/64ste Ier bent, dan liggen ook koepeloeren zat St. Patrick's Day te vieren, met I'm Irish. Maar op de 4th of July hangen die allemaal de Amerikaanse vlag buiten. Nu, de Italiaanse gemeenschap, ooit heel controversieel tegenover de Ierse gemeenschap, heeft ook nog wel zijn identiteit, maar is geïntegreerd. Mm-hmm. Als gemeenschap zijn ze geïntegreerd, de individuen zijn geassimileerd. Laat me nu maar zeggen dat dat voor, ook in Vlaanderen, de Italiaanse gemeenschap, als Italië speelt, zijn ze allemaal voor de Italiaanse ploeg. Voor de rest zullen ze zich eerder Vlaming noemen. We stellen vast dat dat bij de Turkse gemeenschap, bij de Marokkaanse gemeenschap, niet is.
Ik ga daar niet per se mee, ik ga daar niet mee akkoord. Allee, Erdogan heeft de grootste meetings hier in Limburg, in heel Europa. Dat is echt waar. Dat is waar, ja. Nu, dat is nu bepaald iets mis. Dat is basically een celebrity ook. Hè. Dus Erdogan is, dat is een beroemdheid. Gewoon, nee. Ook, hè. Nee, maar ik zal u een beetje verder helpen. Het feit dat hij heel veel stemmen vanuit hier pakt, is wel, dat bewijst wel uw punt ergens. Ah, ja, in bepaalde mate. Tuurlijk. Maar al die Dianet-moskeeën, dat zijn staatsmoskeeën. Er is daar een veel grotere band met het land van herkomst dan de Italiaanse gemeenschap of de Griekse gemeenschap. Maar ik zie dat niet als een probleem. Dat is mijn ding. Ik denk, hè. Jawel, als je op een bepaald moment voor jezelf als gemeenschap niet zegt waar we vandaan komen, daar mogen we trots op zijn, maar onze toekomst ligt hier. Dat is het punt dat het individu in de gemeenschap moet doen. Maar ik durf zeggen dat we dat als gemeenschap wel zeggen, hoor, tegenwoordig. Ik spreek voor mezelf en mijn omgeving. Hè. Dan kan met volle borst of met volle mond, hoe zeg je dat? Sorry, ik ben niet zo geïntegreerd. Jij moet ook geen Vlaming zijn. Let op, ik kom uit Antwerpen en soms moeten ze mij ondertitelen. En mijn zinsconstructies zijn ook niet top, dus ik zou een goede Turk kunnen zijn. Ja, voilà. Ja, dat wordt heel moeilijk. Ja. Ik denk oprecht, wat je aanhaalt, maar dan ben ik echt veel te vriendelijk. Wacht, ik ga nog heel snel. Ja. Ik werk in Antwerpen, ik heb geen contact als Limburger zijn. En ik zei dan ook altijd, als ik zoiets anders verwoord of ze begrijpen me niet, de collega's, dan zeg ik ook, zie je dat ik een Turk ben, hè, dat ik een Limburger ben. Voor alle duidelijkheid. Ik geloof dat er een nieuwe generatie allochtonen zijn die het trapje op willen, die is niet in... Ik wil zeggen, ik wintel mij in mijn pampering, ik wil vooruit, ik wil carrière maken, ik wil iets maken van mijn leven. Je ziet wel dat daar een generatie allochtonen is, of mensen met allochtone roots die er iets van willen maken. Dat zou wel zijn. Maar als we naar globo kijken, naar de cijfers, niet EU-migranten, de helft werkt er niet van. Als we gaan kijken naar criminaliteitscijfers, zien we dat de helft niet de Belgische nationaliteit heeft van onze gevangenispopulatie. Als je naar allochtone afkomst gaat, gaan dat 80-90%. Als we kijken op welke cijfers baseert u? Op officiële cijfers van de overheid. Van de overheid, okay. Ja, het Vlaams Belang maakt nooit de fout, ik let er zeker op sinds ik voorzitter ben, we pakken alleen maar cijfers van de overheid. Okay. Wij worden ook nooit gepakt op onze cijfers. Mm-hmm. Omdat soms, we doen zelfs als in de media lagere cijfers zijn, pakken we die zelfs in de media. We zorgen ervoor dat het nooit een cijferdiscussie is. Okay. Als wij het zeggen, kloppen de cijfers. Dus in globo is het probleem zich niet aan het oplossen, het is aan het toenemen. De migratieproblematiek, de doorgedreven diversiteit, wat ja, in mijn ogen een mensenleven naast elkaar. Dus ik geloof dat er wel lichtpuntjes zijn, ook in mijn straat. Ik woon tegen Merksem in Schoten. Ook, zie ook, dat is bij Kontingen. Nee, dat is het zuiden. Dat komt niet staan. Ik ken Antwerpen ook. Antwerpen is een moeilijke stad. Je geraakt maar niet uit Limburg. Ja, dat is echt. Pas op, ik ben overal geweest. Trots Limburger, hè. Ah, ja. Dat ook. Kun je het Limburgs volkslied? Dat is een andere zaak. Zo trots. Limburg eikenhout, bronsgroen eikenhout. Dank je. Ja, zoek het maar op. Ja. Ja. Dat is een beetje moeilijk. Nu, ik wil het even terug. Ik ben een aantal jaar geleden ben ik een tiental dagen naar de Verenigde Staten geweest. Hè. En ik zeg vaak tegen mensen, als we het over dat onderwerp hebben, dat ik mij in die 10 dagen meer thuis heb gevoeld in de Verenigde Staten als dat ik mij hier als geboren Vlaming eigenlijk heb gevoeld gehad. Waarom? Omdat ik merkte dat... Gewoon hier wat tussen de Turken. Ja, daarom, ja. Nee, ik ben overal eigenlijk bekend. Ook tussen de autochtonen. Dus ik hou mij niet in bepaalde groeperingen. Maar, Amerika, ik heb je onderbroken. Dus ik merkte dat het gevoel wat ik daar kreeg van de mensen, van zodra ik daar was, was ik automatisch Amerikaan. En het gevoel wat ik hier heb, hè, in het algemeen, hè, ik ben vrij gelukkig hier. Hè. Het is niet dat ik... constant tegen de tenen stoot of zo. Maar het gevoel wat ik hier heb is, er ligt altijd ik heb het gevoel dat er een ondertoon is. Hè? Ik weet niet, het zal zijn van de baard, van de iets getintere huidskleur. Hè? Maar ik denk dat het probleem met integratie daar ook te maken mee heeft. En net zoals jij zei, dat de Ier, de Italiaan, dus al die groeperingen die zich in de Verenigde Staten zich plaatsvinden, ik geloof dat die omdat hun cultuur zodanig geaccepteerd is, dat die zich Amerikanen voelen ook.
Maar omdat ik het gevoel heb dat, er... Ik kan niet... Met volle borst kan ik niet op straat lopen, ik zeg maar, hè, met een Turkse vlag, zonder dat ik tenminste de gedachte heb van... Oei, er gaan er een aantal mensen dat niet leuk vinden. En ik geloof niet dat een Amerikaan, een Amerikaanse Italiaan met een Italiaanse vlag op zijn t-shirt, dat die dezelfde gedachte gaat hebben over die Italiaan. Goh, ik kan niet over uw specifieke situatie oordelen. Als ik zoiets snel zou moeten op antwoorden, is ten eerste, misschien had je wat vangen door de heel enthousiaste Amerikaanse mentaliteit. Everything is amazing, everything is wow, great. Dat is ook fake natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik denk dat je zelf vergelijking kunt maken in België zelf. Dat iemand met een Italiaan met een Italiaanse vlag rondloopt in België gaat zich minder slecht voelen of minder bekeken voelen dan als jij als Turk zijnde met een Turkse vlag zou rondlopen. Ja. Ik wil eerst het vergelijking met Amerika doen. Ik denk in Amerika is er een leidcultuur. Hè? Mm-hmm. De overheid spreekt alleen Engels. In Amerika... Die sterke identiteit is daar, hè? Ja. En ook geen pampercultuur. Er is geen sociale zekerheid. Je moet allemaal je eigen boontjes doppen. Mm-hmm. Kun je geen Engels, kun je niet werken. Ja, maar dan is Amerika niet de place to be. Mm-hmm. Wij hebben het omgekeerde gedaan. Wij hebben geen sterke leidcultuur. Wij hebben niet gezegd, het is hier in het Nederlands te doen, dat zijn de regels. En wij hebben pamperen nog eens. Dat heeft een gek... Je zou dat denken dat ons systeem het meest... Menselijk het meest integratie zou bevorderen. Ja. En het is eigenlijk het omgekeerde. Het is net door hard te zijn en duidelijk te zijn dat het integratie in Amerika heeft bevorderd. Twee, ja, natuurlijk gaat er een verschil zijn als je met je Italiaanse vlag rondloopt en met je Turkse vlag op je shirt. Ja, dat is omdat het aantal conflicten dat er zijn tussen de Italiaanse gemeenschap of Europese, niet-EU-migrantengemeenschappen, en niet-EU-migrantengemeenschappen, ja, dat iets courenter is. Hè. Daar moeten we ook niet flauw over doen. Ja, hè. Ook de grootte speelt ook mee. Hè. De grootte van de gemeenschap zorgt ook dat er meer conflict is. Ja, we hebben geen conflicten met de Chileense gemeenschap. Ja, we zijn misschien mee 100 in heel veel landen. Het zal wel iets meer zijn. Ja. Dus de grootte van de gemeenschap en het aantal conflicten, ja, ik vertel dat ook niet. De zotste dingen, dat er wel wat conflicten zijn met de Turkse gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap. Mm-hmm. Allee, er is een reden omdat we in Borgerhout spreken over de mokromafia. Hè. Dat zijn niet de Chinezen waar je zakje wiet gaat kopen. Hè. Het is bij de Marokkaanse gemeenschap dat zit. Gaat het goed met Mohammed of wat? Ik kan zeggen dat ik dat nog nooit in mijn leven gebruikt heb. Nog niks. Dus, Dat is te beter. Ik denk dat je een van de weinige politiekers bent. Ja, inderdaad. Er is ook heel veel hypocrisie over. Geef je die film, de film over hoe dat ze Al Capone hebben gepakt. Vier politieagenten of vijf politieagenten die zorgden dat ze helemaal niet corrupt waren. Een klein team, ik geloof ook dat werkt. Je kunt geen witte neus hebben als politicus en dan zeggen, je kan de war on drugs voeren. Dat gaat helemaal niet, dat is flauwekul. Zie dat je onchanteerbaar bent op die zaak. Dat is waar. Ja. Nu, over politieagenten gesproken. Oef. Hoe was u... Wat was uw gedachtegang over politieagenten voor uw altercatie? Ze hebben een filmpje tussen duwen. Dat is zo, Er zijn een paar grappige video-memes. Want dat is een spektakel geweest, hè? Ja, een spektakel vond ik dat nu niet. Jij zelf? Misschien niet direct. Jij misschien niet direct, nee. De vraag is mijn blik op politieagenten veranderd of politie? Hmm. Helemaal niet. Mijn vader was rijkswachter, BOB. Dus ik heb het grootste respect voor het uniform. Uh-huh. Waarom? Omdat ik vind dat we hebben als... Misschien maak ik het allemaal wat ingewikkeld moeilijk, maar in Europa hebben we beslist dat het monopolie van geweld bij de politie ligt. Uh-huh. We lopen zelf niet... In Amerika is dat niet. Iedereen is gewapend. Uh-huh. Wij hebben dat aan gegeven. Dus ik heb het grootste respect voor politie, want politie vertegenwoordigt de staat en de wetten en de regels. Net zoals in iedere beroepscategorie de rotte appels, driftkikkers en dergelijke meer. Concreet het geval daar, we waren rustig aan betogen, het recht op betogen, recht op vereniging heb je, recht op vrijheid van meningsuiting. En uit het niks, nagenoeg uit het niks, hij wou ons affiche afpakken, ik zeg, ik geef mijn affiche niet af, slaagt hij op mijn linkerkaak. Waar ook de politieagenten zien, what the fuck? What the fuck doet die gast? Wat een felle reactie. Ja, nu... Kleine zijsprong. Mocht dat nu in Rusland zijn gebeurd, waar de oppositieleider
slaag krijgt van de politie, het was wereldnieuws geweest. In Vlaanderen heeft maar één partij, voorzitter, het voor mij opgenomen. Dat was Sami Mehdi. Al de rest heeft gezwegen. Terwijl, en van de rotte journalisten die opiniestukken schreven, dit komt van Grieken wel goed uit. Ah ja, leuk ze, hè? Het ook maar op mijn gezicht, komt me goed uit. Welke zieke geest moet zijn, denk je dat ik dat leuk zou vinden? Nu, pas op. Ja. Ik ging dat ook vragen. Ja? Ik ging vragen aan u, was er niet... Nu, de kans is er dat je daar niet eerlijk op gaat antwoorden. Maar was er niet bijvoorbeeld die avond dat je thuis kwam en uw vrouw die zat in de zetel en je zei, schatteke, we hebben hem. We hebben iets. Dat is, in principe is dat... Want jij als fan van digital marketing... Mm-hmm. Dat is goud, hè? Ja, dat je hebt goud geslaan, hè? Of hij. Nee, dat is iets wat niet op beeld staat, maar dat is wel gebeurd. We worden ingesloten. Die beelden van boven gezien, dat ze zo echt met 40 tegen wij, met 13 of 14 ons been pushen. Die man blijft staan op de eerste lijn. Ik heb gezegd, als je verontschuldigt, dan leg ik geen klacht neer. Dom dat ik ben, dacht ik, ja, in the heat of the moment... Je kunt al eens iets doen dat je... Weet wat hij zei? Oh, je comprends pas. Die weigerde zich te verontschuldigen. Ja. Maar dat is een eikel. Dat is eer, hè? En achteraf kwamen er politiecollega's ook zeggen, Tom, je bent veel te naïef. Die heeft gedacht, als ik de kans heb, dan verkoop ik die van Grieken hier. Ah, lab serieus, van, ja. Ongeacht wat er gebeurde. Ja. Anders reageerde niet zo snel. Ja, okay, je kunt het met mij oneens zijn, maar ik... Ik nu toch niet echt agressie ik ben ook op. Tegen politiegeweld, hè, ja, in alle omstandigheden. Ja, natuurlijk is er wel een verschil. Ja. Politie is meestal in de minderheid. Laten we zeggen, als het gaat om zelfverdediging, is het anders. Het moet proportioneel zijn en dergelijke meer. Dus was ik er blij mee? Nee, want ik stond daar, weet je waar ik er stond te betogen? Dat weet je niet meer. Hè? Ik weet het niet meer. Nee. Ah, voilà, dat is mijn grote frustratie. Wij stonden daar met een hart voor onze zorg. Ah, al die zorgkundigen... Die keert het beste aan jezelf geven. We vinden dat er meer handen aan het bed moeten zijn. En dat sommige mensen... Daarvoor stond een schattige slogan al. Waar praat iedereen over? Van Grieken op zijn muil gekregen. Dus als je de vraag is... Ja, wat zeg je s'avonds tegen je vrouw? Verdomme, onze boodschap dat wij een hart hebben voor al die zorgkundigen en verpleegkundigen, is ondergesneeuwd door een of andere Franstalige politieagent. Maar in principe is dat goed voor de partij. Hè? In principe... Waarom? Want censuur... werkt averechts. Hè. Censuur werkt averechts. En jij, uit dat verhaal, zit jij de winnende partij geweest. Als ik als buitenstaander moet kijken waarom, want jij komt beter op beeld dan die politieagent. En zeker als iemand, als de oppositiepartij, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dus, het is een beetje de jongen die wordt gepest. Hè? De pestkop die wordt niet goed gezien. Het slachtoffer is zo. Exact, ik snap dat je dat zou zeggen. En ik ga je zelfs meer zeggen. Het Vlaams Belang, het Vlaams Blok, heeft heel lang die strategie ook gebruikt. Controverse, zien dat je het slachtoffer bent van het systeem. Mm-hmm. Ik doe dat niet graag. Weet je waarom? Dan gaat de discussie over de controverse. En ik blijf graag ook weg van geweld te koeren. Ik heb er niks mee. Mm-hmm. Ik heb graag dat het gaat over de boodschap. Zoals ik zei, ik heb het graag gehad over... de zorg en niet over dat geweld. Want weet je wat het probleem is? Als ik er juist bepaalde dingen aan het zeggen was, zou ik twee Turken heel hard knikken. Ja, daar heb je eigenlijk gelijk in. Maar als ik controversen opzoek, ga ik wel praten over de controverse en niet over mijn inhoud. Ja. Dus nee, ik doe er alles aan als voorzitter om weg te blijven uit controverse, om te choqueren. Nu lokken voor de inhoud is ook niet iets, hè? Nee. Ja, maar ik geloof dat onze inhoud sterk genoeg is en vaak de realiteit chockerend genoeg is om het erover te hebben. Ik begrijp het wel. We hebben dat heel succesvol gedaan. En ik heb me er ook al aan bezondigd. Ik ben niet heel graag aan de pauze. Chockeren om te chockeren, om een debat op gang te brengen. Maar dat doe ik gewoon niet meer. Ik kan een voorbeeld geven, los van migratie, los van veiligheid. Wanneer ik zeg dat een man is en een vrouw een vrouw, dat alleen maar vrouwen kinderen kunnen krijgen, dat is dat... De gezond verstand, maar dat is heel chockerend. En ik heb het liever zo, dat ik gezond verstand breng, dan dat ik choqueer om te choqueren. Heeft die politieagent eigenlijk consequenties gehad daaraan? Heb je geen klacht ingediend? Ik heb klacht ingediend. Ja, maar wat ermee gebeurt, ons gerecht gaat zo traag. Ja. Dat zien we dan weer wel. En eigenlijk is het stom als die is in een overste had gegeven. Eigenlijk, die politieagent, dat is een driftkikker, dat hij dan gewoon sorry had gezegd. Maar wie eigenlijk in fout is gegaan, dat is zijn overste. Waarom?
die hadden niet zo agressief met zo'n politiemacht ons moeten zo met geweld bejegenen. Twee, ze hadden gewoon moeten zeggen, ik weet niet hoe het, ik zal hem Jean noemen. Hij zal niet Jan zijn, Jean. Jean, naar van achter, meneer Van Grieken, dit kon niet door de beugel, dit is hoe dat je klacht neerlegt. Dat hebben ze niet gedaan. Ik heb de verantwoordelijke en pas de commentaar. Geen commentaar in die liep weg. Hmm. Leidinggevende, die moeten nu verantwoordelijk zijn. Zou je dan ook echt geen klacht neergediend hebben? Moest het zo gelopen zijn? Natuurlijk. Ja, ja. Je gaat ook niet dood van een lap op je gezicht, maar je doet het niet. Ik hou niet van de babymentaliteit, maar het gaat over macht misbruiken, geweld misbruiken. Ja. Zou je hetzelfde gedaan hebben? Of stel dat dat geen Jean was, maar een Mohammed was. Ik ben blij, want ik heb het nog eens gehad, dat ik in Brussel, in de Wetstraat, in conflict kwam met een allochtone politieagent. En dat was minstens even nijdig. Ja, dan kreeg je wat de controverse erom. Tom geraakt in conflict met een agent omdat hij een allochtoon is. Ja. En als die allochtoon iets doet, is het omdat hij allochtoon is. Nu, Waal, dat is een goede tweede plaat. Hè? Juist, dat is juist. Als je dan zonder bokken zoekt... Nee, die niet uit de Waal, die had een het is trouwens een Franstalige en hij woont... In Vlaanderen trouwens. Ah, echt? Ja, oké. Okay. Dus dat moet je helemaal niet ja, hebben. Ja, maar water onder de brug, het is nu gepasseerd. Het is jammer, maar het is niet het einde van de wereld. Ja. Wat zou je doen als dat nog eens zou gebeuren? Exact hetzelfde. Okay. Ja. Take it like a man, incasseren. En nadien gewoon... ik zie nadien, want ik heb nadien direct een filmknop genomen en ben live gegaan, waarbij dat ik zeg... kwaad wat er gebeurd is. Ik neem het eigenlijk, die politieagenten die er staan, het niet kwalijk. Het zijn de orders die ze gekregen hebben van hun overste, van de PS, burgemeester Klozen. Hmm. Denk je dat met kwade bedoeling was, dat er zoveel mensen, dat er zoveel politieagenten... Natuurlijk, een paar maanden ervoor stonden we exact op dezelfde plek. Een hart voor de politie. Geen probleem. Met de boerenbetoging stonden we ernaast. Leven onze boeren. Geen probleem. Nu staan we er met de zorg. En ja, dit tolereren ze. Want wat gebeurt er dus? Dat zijn vakbondsbetogingen. Dat zijn de socialisten, de christendemocraten, liberalen. En die mogen... Ja, het Vlaams Belang moet slecht zijn voor vakbonden. Hè. Wij zien dat. Wij staan er dan goed bezig, zorg, goed bezig, politie. En een applaus. Dan applaudisseren die vakbondsmensen voor ons. Bedankt dat je ons steunt. Ja, dat zijn natuurlijk de socialistische vakbondsvertegenwoordigers. Die worden compleet zot. Hè. Het kan niet zijn dat hun leden het Vlaams Belang... Vlak voor die betoging, dat is misschien het laatste dat ik er nog over zeg, liep ik er rond in de betoging. Ja, dat waren de mensen die rode vuilniszakken en zo, die selfies kwamen vragen bij mij. Ja, dat is hetgeen dat hun echt stoort. Hè. Dat wij populair zijn onder arbeiders, onder zorgkundigen, onder bedienden. Want dat geloof ik ook wel echt, hoor. Dat er zo'n... benijd is wanneer ze zo'n beeld zien. Dat geloof ik ook wel. Er is iets, joh. Mensen hebben Vlaams Belang niet weg. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat ook niet. Mag ik de vraag stellen? Waarom zou dat zijn? Omdat jullie veel racistische dingen zeggen. Jullie hebben heel felle... Dat je felle... anti-islam bent, basically. Ah, islam is een ras? Nee, dat is geen ras, heel, maar dat is wel... Heel dicht verwant. Ah, is dat zo? Ja. Je zei net zelf, Turken en Marokkanen, omwille van de islam. Dat is een extra factor. Maar dat is heel dicht verwant, hè? Ja, omdat die islam een remmende factor is. Maar je kunt een geloof is een idee. Racisme is op basis van afkomst, etnie, iemand uitsluiten. Oké, dan discrimineert je op basis van geloof. Ja, dat kan. En dat is waarom dat mensen u niet graag hebben. Ja, goed, dat kan zijn, maar wij vinden dat de islam... Het is niet onlogisch, hè? De haat is niet onlogisch, vind ik. Ah, maar ik vind dat niet zo gek. Er zijn ook heel veel atheïsten die tegen de katholieke kerk zijn. Mm-hmm. Die vinden dat de katholieke kerk niet gesubsidieerd moet worden. Je moogt een probleem hebben met een religie. Je moogt een idee met een ideologie. Dat is het concept van democratie, hè? Ja, ja, tuurlijk, maar daarom zit je hier ook, hè? Ja, dat is waar, wij hebben daar natuurlijk ook geen probleem mee. Maar ja, om iemand... die leidt met die gedachtegoed aan het hoofd te zetten, dan zou ik mij persoonlijk, als iemand die geloofsovertuiging volgt, zou ik mij zorgen maken. Ja. Wij zijn voor de vrijheid van godsdienst. Mensen mogen geloven wat ze willen. We vinden alleen niet dat wij dat moeten financieren. Uh-huh. We zouden halal vlees op scholen terugdraaien. We zouden gescheiden zwemmen altijd verbieden. We zouden de hoofddoek verbieden. Wanneer je de staat vertegenwoordigt, als je ambtenaar bent, zou je dat niet verbieden als je in het straatbeeld rondloopt? Nee, maar je zou wel maatregelen nemen om het te verminderen.
Ja, maar goed, als overheid mocht je beleid hebben. Ik zou de islamisering proberen terug te keren. Ah, daar zou je dan schrik voor hebben. Door zo'n antwoorden. Als overheid mogen we dat doen. Dus we gaan dat doen. Dat wil niet zeggen dat we u niet willen zien hier. Ja, maar we gaan uiteindelijk het leven wel moeilijker maken. Ja, maar uiteindelijk leidt het wel tot we gaan u minder zien hier. En denk je niet dat het leven van autochtone Vlamingen moeilijker gemaakt wordt door plots gescheiden zwemmen en plots halal vlees? Maar gescheiden? Nee, ik vind... Plots halal vlees maakt het leven niet moeilijker voor een Vlaming. Zoals de scholen waar uitsluitend halal vlees wordt gegeven. Dat is exact hetzelfde vlees als het vlees wat jij eet, hè? Dus dan geen halal vlees als hetzelfde is? Nee, voor u is dat exact hetzelfde. Maar voor u niet? Inderdaad. Oh, ik dacht dat burgers gelijk waren. Is ook. Dat regels voor iedereen. Daarom eet jij hetzelfde als ik. Ja, maar dat klopt niet. Die reden klopt niet. Hè. Of het is gelijk, of het is niet gelijk. Het kan niet gelijk zijn voor nu zijn er, voor zijn er scholen, het is niet beperkend. Dat is wat zijn ik er scholen die echt voor zeggen, we doen enkel halal vlees. Ja. Want ik denk dat een klein voorbeeld is. Die gewoon varkensvlees nooit serveren. Mm-hmm. Wegens de grote populatie van moslims. Dat is ook niet zo gezond, de varkensvlees. Dat is niet proteïnerijk. Dat is een belangrijke economie, de varkensindustrie in Vlaanderen. Dat geloof ik wel, ja. Dus waarom zouden we niet van West-Vlaamse boeren varkensvlees kunnen kopen? Nee, zo. Mij maakt het niet uit, persoonlijk, als jij nu varkensvlees eet of niet. Maar het maakt mij wel uit als jij mij geen halal vlees laat eten. Hè? Dat is een klein verschil. Ja. Dat mag je ook niks uitmaken. Je mocht wel boos zijn als ik zou zeggen, je moet verplicht varkensvlees eten. Dat zou een brug te ver zijn. Mm-hmm. Maar ik kan wel zeggen, ja, sorry, maar de manier waarop je dieren slacht, ja, dat aanvaarden we niet. Trouwens, dat is wet, hè. Dat is niet van Vlaams Belang niet dat vindt. Nee, dat vinden alle partijen. Mm-hmm. Ja. Helder. Vind je niet dat wij veel genuanceerder zijn en veel logischer in de dingen die we zeggen? Je kunt er mee eens zijn of oneens. Ah, nee, tuurlijk, ja, maar dat had ik ook bijvoorbeeld. Hè, Dries van Langenhoven is hier ook geweest. En toen had ik dat gevoel ook echt. Hè. Ik had zoiets van. Maar daarom zijn we ook anti-censuur. Ja. Dit exact is de reden dat we anti-censuur zijn. Want wat gebeurt er als je gaat censureren? Je censureert op basis van één zin die je ergens uithaalt. En dat vergroot je, waardoor je eigenlijk al de nuances volledig kwijtspeelt. En we hebben deze discussie met z'n allen ook al gehad hier. Zijn we nu linksgezind of rechtsgezind? Wat zijn we nu? Ik weet het niet. Ja, dat is een moeilijke vraag. Hebben... Opstaan, ja. En ik denk een conclusie die we daaruit hebben getrokken, dit is nog een interessante, die gaat ook wel fijn vinden, denk ik. Een conclusie die we... Een van de conclusies die we uit deze discussies dan hebben getrokken, ik spreek een beetje voor ons allemaal hier, is van, we hadden dan de vraag gesteld van ja, op wie zou je nu stemmen? Gaat je links stemmen of gaat je rechts stemmen? En dan was Vlaams-Belang stemmen. En dus een van die conclusies is dan ja, als je links gaat stemmen, gaat je eigenlijk zorgen voor die linkse maatschappij met waarin hè, kinderen van 12 jaar leren dat voor 12. Je moeder een vader kan worden en dit en dat en weet ik veel allemaal. Wat haaks is met onze geloofs. Overtuiging ook. Ja. Wat haaks is met biologie, hè? Ja, ja. Ja, dus pretty much. Ja, inderdaad. Ja. En anderzijds... Met evolutie leer, trouwens. Dat is iets minder. Ja. Oké. Okay. dat is ook meer haaks. Of anderzijds gaan we kiezen voor rechts, die ons basically eruit willen. ik zeg het nu ongenuanceerd, ja, hè? Maar fel, ja. Ja, dat is tot de tweestrijd waarin we een beetje zitten. Maar willen we zo'n fucked-up maatschappij waarin we eigenlijk niks meer te zeggen hebben over wat onze kinderen gaan leren en hoe we onze kinderen gaan opvoeden? Of willen we een maatschappij waarin we ons niet meteen welkom voelen? Ik denk dat wat je zegt iets is waar heel veel allochtonen mee worstelen. Dat is waar, hè? Ik denk dat je, als je me toelaat, zou ik jullie rechtser betitelen, zou ik jullie eerder rechts dan links betitelen, want je bent tegen censuur, je bent voor vrijheid van meningsuiting. Er zijn geen rechtse jongens die andere meningen willen verbieden. Wel bestrijden met woorden in debat. Ja. Linkse jongens en meisjes willen andere meningen verbieden. Dat is eigenlijk een groot verschil al. En het laatste wat je zegt, maar dat is een... Ik heb ooit eens... Dat is een bekende allochtoon, een islamiet, die stevig islamiet was, dus voor de sharia. En op een bepaald moment, ik heb die eens uitgenodigd en zei van, kom, we gaan eens een koffie drinken. Dat dronk dan geen koffie, ik dacht, lap thee, maar het was gewoon water. en hij zei, ja, maakt mij eigenlijk allemaal niet uit, Tom. Bouwt een muur rond Vlaanderen, het interesseert me niet, zet er prikkel eruit aan. Maar wilt je mij het op zijn minst aanvaarden? Hij was ook derde generatie. Mm-hmm. En ik denk dat dat de moeilijkheid is. Ja. Dus wat jij zegt, ik voel me niet aanvaard, dat zal de grootste moeilijkheid zijn. Van, zolang men het racisme en het slachtoffercultuur blijft cultiveren, gaat dat heel moeilijk zijn om mensen het gevoel te geven dat ze aanvaard zijn. Uh-huh. Het is een voorbeeld dat ik heel vaak gebruik. Toen ik in mijn straat kwam wonen, kwam de Swa, een buurman van mij, een oud scheepsersteller, Tom,
Goed, dat gaat de vuurtjes van het Vlaams Blok bij mij in de straat komt wonen ze, hè? Met al die vreemdelingen hier. En ik zeg, ja, maar zwaar, dat valt eigenlijk toch mee. We hebben 3 of 4 Marokkaanse gezinnen. En die antwoordt, oh ja, de Youssef neemt maar. Zo'n gast, hè. Dat kennen wij ook. En dat is het principe. En wat blijkt, die hele leven ook met Marokkanen en Lachtonen samengewerkt. Dus ik denk wel dat Vlamingen zijn niet van inborst racistisch. Mm-hmm. Er is natuurlijk wel iets, hola, we willen graag gewoon leven zoals wij zijn en je moet je aanpassen aan ons. Maar de Vlaming is niet inherent racistisch. Er gaat altijd wel iets zijn, ja, net zoals ja, als je een donkere huidskleur, ja, dat gaat iemand zien en je bent niet kleurenblind, net zoals iemand ook rozaar of blond haar of bruin is. Dat gaat er altijd wel zijn, maar dat zal de grootste uitdaging worden. Ik denk dat het lukt om kleine hoeveelheden allochtonen te integreren en op te nemen wanneer het te groot wordt. In Antwerpen is 70% van niet-Belgische origine van de min-18-jarigen. In wat integreerde dat nog? En zeker als die Vlaamse identiteit niet zo sterk is. Maar die is keisterk. Alleen die linkie-winkies hebben er schrik voor. Wij zijn top, wij zijn wereldklasse, wij Vlamingen. Hè. Maar die worden Mercator, niet zo gerepresenteerd als... In de middeleeuwen waren wij het Silicon Valley van Europa. Hè. Brugge was een grotere stad dan Parijs. Wij zijn wereldtop. De haven van Antwerpen, ons havengebied, of het nu Brugge is of Antwerpen. Eeuwenlang boekdrukkunst, hier. Geweldige denkers, geweldige ontwikkelingen. We hebben de pil uitgevonden. Wij zijn wereldtop. Maar zeg het vooral niet, hè, want want het andere is ook wel interessant. Nee, er is geen enkel volk. Zoals ik zei, zelfhaat is het grootste probleem van onze samenleving. Ja, dat denk ik wel. Ja, Dries zei dat ook. Was hij Dries? De Vlaming doet zo'n beetje van welkom in Vlaanderen. Sorry dat ik Vlaming ben. Ja, 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 ja. En nergens anders ter wereld. En ook in die linkse Vlaming is een verschrikkelijk volk. Met heel de wereld reizen die rond. Oh, zo leuk. Culturen zien en taal. En dat is zo leuk. Identiteit van een volk. Die komen terug. Nee, Vlamingen hebben geen identiteit. Dat bestaan niet. Die reizen heel de wereld af, gebackpacked om te kijken naar culturen en identiteiten. Maar hier, nee. Een Vlaamse identiteit, nee, dat is er precies toch niet. Ja, dat is gewoon achterlijk. Ja. Ja. Snap ik. Ja. Dus we zijn welkom in België. Je zit er al, dus zijn we welkom. Maar zijn we ook welkom, ja. Ja, we moeten realistisch zijn. Je gaat hier gewoon altijd blijven. Hè. Ik vermoed het toch. Trouwens, ja, vermoedelijk inderdaad. In de Turkse gemeenschap trouwens is er 10 jaar geleden was een trend om terug te keren naar Turkije. Toen Erdogan het nog iets beter deed met zijn economie en geen inflatie was. Ik denk dat de trend er nog altijd is. Ja? Ik denk dat er nog genoeg Turken zijn die zeggen van ik ga later terug naar mijn eigen land. Die het zeggen, maar ook 10 jaar geleden ging er ook wel wat. Was wel zelfs bijna statistisch waarneembaar. Okay. Die kwamen ook terug. Nu, Spanje lijkt mij ook wel leuk eigenlijk. Ja. Spanje. Ze hebben er ooit al eens de islam buiten gekeerd daar. Let op waar dat je vestigt. Spanje, gevaarlijk. Nee, maar het is fijn om te weten dat we welkom zijn. Ik moet je wel eens opbiechten, Tom. Joh. Hey. Er is... Weet je wat ik beu ben om te zien? In een straatbeeld. Al die mannen die zo van 's morgens tot 's avonds op café zitten, carapils te drinken, op de dop. Die mogen er ook uit van mij. Ik draai de bitch om, hè. Ik wil graag met u eens gaan kijken wat je nog ziet. Want dat is in de cijfers, die dat onbestaande. In Vlaanderen is de werkloosheid minder dan 3%. Dat is onbestaande. En zoals ik zei, qua werkloosheid zijn het niet EU-migranten die 50% niet werken. Maar als we het hebben over niet-EU-migranten... Of over leefloners. Ja. Leefloners zijn de cijfers in Brussel en Antwerpen. Dat zijn toch... In Antwerpen is 7 op de 10 heeft allochtone roots van OCW-klanten. In Brussel 9. Maar ik zal ook... Als je zegt allochtone roots, dan sluit je niet enkel de tweede en derde generatie allochtonen uit, neem ik aan. Komen daar ook de vluchtelingen bij. Alles samen. Los daarvan, kunt je ook als antwoord daarop... Tom, ik zal u een vraag stellen. Hè. Het huis waar jij in woont, hè, of waar uw vader of uw opa heeft in gewoond... Hè, heb jij die geërfd? Ja. Heb jij een huis geërfd van je opa? Ik heb niks geërfd van mijn opa. Dat betekent dat jij stabieler
Hè, dus jij hebt een voorsprong, hè, maar dat is normaal, hè, want jij bent oorsprong van, je hebt als oorsprong Vlaanderen. We hebben het sowieso moeilijk. We're not blaming you, hè, voor alle duidelijkheid. Statistisch gezien is dat duidelijk. Ik moet ja zeggen, maar er is omdat mijn moeder gestorven is en mijn grootmoeder. Maar mensen van onze leeftijd hebben nog levende ouders en grootouders. Die hebben niks geërfd. Ja. Dus die stelling gaat niet op. Twee, ik zal het zelf bekennen. Ik heb pas mijn eigen slaapkamer gehad toen ik 21 was. Uh-huh. Ik ben opgegroeid in een studio met ons mama. Nu, jij zit ook een... Had je een alleenstaande moeder dan? Of? Ja. Nu, dat, jij zit ook een uitzondering, hè? Dat is een uitzondering op een uitzondering. Maar over het algemeen kunnen we overeenkomen dat... De autochtone Vlaming in een stabielere omgeving is opgegroeid. Exact. En dat is ook met die ghettovorming, hè, wat er ook mee te maken heeft. Hè. Dus het is gemakkelijk om te zeggen dat de allochtoon is meer op leefloon. Want daar komt zelfs bij kijken dat de allochtoon minder gemakkelijk werk vindt dan de auto. Er komen zoveel dingen bij kijken. Het is gemakkelijk om... Je zou kunnen zeggen... Ik ben het niet met je stelling eens. Maar wat je zou kunnen zeggen is... Dat een sociaal-economische groep, sociologische groep, dat die het moeilijker hebben. Ik geloof niet in die liberalen dat ieder kind dat even makkelijk heeft. Je hebt een vooruitgang, een achterstand. Mm-hmm. Als je van rijk komt af, is het beter. Ja. Een grotere voorsprong. Is het niet beter? En jij als nakoming van een alleenstaande moeder, zult jij dat weten? Ja, maar wat zien we dus wel? Dat als je stelling is, allochtonen hebben een achterstand, dan moeten die Aziaten het ongelooflijk slecht doen op school en geen werk hebben. Hoe bedoel je? Al die Aziaten... Want wij zijn ook Aziaten, hè? Ja, maar tegen Aziaten excelleren in het onderwijs en er is geen werkloosheid. Als we kijken naar de Marokkaanse gemeenschap en de Turks gemeenschap, is dat omgekeerd. Dus je stelling klopt niet dat het omdat je allochtoon bent dat je achterstand hebt. Er moet een andere factor zijn. Ja, ja, en die andere factor is dat we niet in dezelfde omgeving zijn opgegroeid als die Aziaten... En als de autochtone Vlaming. Ik ken een beetje de Want die Aziaten werden niet in ghettos gestoken, onder andere. Er waren geen Aziatische mijnwerkers, hè? Ik ken een beetje de Chinese gemeenschap in Antwerpen. Dat is ook een beetje ghettovorming. Dat zijn maar enkele straten. Nee, maar dat is ook... Die leven ook niet in grote rijkdom en zo. Maar er is toch iets... dat kun je niet veralgemenen. Maar bijvoorbeeld de Poolse gemeenschap, zie je dat niet? Poolse werkloosheid bestaat niet in ons land. Dus moet er nog een andere factor zijn. Nee, die werken te veel, die Polen. Die werken te veel en voor te goedkoop. Ja, dat is het probleem. Dat is het probleem daar. Dus alles heeft een beetje zijn probleem. Dus en de Chinezen zijn, ik moet ook zeggen, de Chinezen zijn ook een serieuze uitzondering. Hè? Want dat zijn precies robots. Hè? Ja. Dat zijn precies, die hebben chips en een... Ja, dat is ook iets cultureel. Die werken zo... Die zijn bekend als de Joden. Hè? Die werken zo, hoe moet ik dat zeggen, in een rechte lijn. Hè? Dat is precies zo. Hoe goed gecalculeerd. Maar als ik dan even mag. Dus de Joodse gemeenschap, die werken te hard. Die werken heel hard. Chinezen hebben elkaar als robots, kouwerkers. Polen werken te hard. Die Vlamingen werken te hard. En de allochtonen hebben het gewoon moeilijk. Het is maar dat ik het goed begrijp. Dus ik denk dat. Hangt hier een landkaart, een wereldkaart op en gooit met een pijltje. Eender waar dat pijltje terechtkomt, je gaat minder kansen hebben dan in ons land. Er zijn heel veel kansen qua onderwijs, mm-hmm. ook qua werk, ook qua sociaal ondersteuning. Ik ga akkoord. Ik ben ook geen goed voorbeeld ervan. Ik heb, denk ik, in mijn leven is er geen dag dat ik bekend niet heb gewerkt. Als je al mijn werkuren gaat optellen, dan zou je zelf zeggen, die man is 50 jaar. Ja, zegt. Ja, maar dus ik spreek ook voor de mensen die het moeilijker hebben als mij. Hè. Ik heb ook... mijn ouders hebben het goed gedaan ook. Hè, maar ja, dus dat is het hele punt. Het is ook een beetje... Allee, ik ga de olifant in de kamer benoemen over onderwijs, want dat is iets waar je naar verwijst. Zijn de kinderen dommer geworden? Nee, hè? Mm-hmm. Ieder kind heeft talent. Zijn de leerkrachten racistischer geworden en discriminerender geworden? Nee, hè? De leerkrachten gaan echt voor de motivatie. Zijn de scholen zoveel slechter? Is er nooit zoveel geld naar scholen gegaan? Zou het misschien ook wel kunnen dat verdomme die ouders eens naar de oudercontact moeten gaan en zorgen dat hun kinderen in het Nederlands ook thuis opgevoed worden. Of op zijn minst aandacht is voor de Nederlandse taal. Je kunt niet alles op de staat steken. Mm-hmm. Je kunt niet zeggen, ja, maar het is de samenleving die geen kansen geeft en de leerkrachten niet en zo. We zeiden het er juist, die Gijt zei, uw ouders hebben een plicht door als je kinderen opvoeden. En ik denk dat er ook daar een olifant in de kamer benoemd mag worden. Ja, ja. Dat de ouders daar een plicht hebben.
voor alle duidelijkheid, ik kom op het sociaal-economische terug. Als jij in shiften werkt, als jij hard werkt, dan heb je geen tijd voor het huiswerk op te volgen. Heb je geen tijd voor die. Er zijn een paar nadelen, ja. Maar er zijn heel veel ook zorgleerkrachten, begeleiders en zo, die dat proberen op te vangen. Mm-hmm. Maar als je thuis niet hoort, verdomme, je moet vooruit gaan. Allee, heel simpel, ik spreek nog steeds geen goed Frans. Ik ben nooit in mijn leven heb ik meer gehad dan 52% voor Frans. Mijn moeder werkte in het zwart bij om mijn bijles Frans te kunnen geven. Omdat ze weet, ja, Tom moet een diploma halen. Het komt ook van thuis uit, hè. Zo simpel is het. Hè. Ja, ja, dat is ook. Ik zou gewoon bediscussiëren dat een allochtonse gemeenschap niet het geval is. Aha, maar de allochtonse gemeenschap, mag ik dat dan toch weer zeggen dat dat niet één noemer is? Want dat stellen we niet vast bij de Chinezen, stellen we niet vast bij de Poolse gemeenschap, stellen we niet vast bij de Joodse gemeenschap. Nee, nee, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat, dat ook in, dat in, bij onze soort allochtonen... Dat maakt mensen met Turkse roots. Ja, Turkse en Marokkaanse roots. Je moet je er niet voor schamen dat je Turks bent. Nee, nee, bij Turkse en mensen met, van Turkse en Marokkaanse roots, daar wordt er ook wel van thuis meegegeven, hoor. Dat is gewoon belangrijk, dat je daar aandacht aan moet geven. En ik denk, zaken. Inderdaad, over het algemeen maar ik wil ken terug... ik geen enkele mensen die dat niet hebben gehad. Voilà, exact. Ik ken de meeste mensen die ik ken... Hoe komt dat de meeste mensen die ik ken... die ik zou profileren als de niksnutten of de profiteurs van de gemeenschap, komt juist voort uit, er komt een enorme druk van thuis uit, ik kan het niet, dus fuck al deze zever, ik ga op deze manier geld proberen te verdienen of ik ga op deze manier iets van mijn leven proberen te maken wat niet de meest correcte manier is. En on the side doen ze ook nog wat, dat is het grote probleem. Dat moeten we aanpakken. Het Frans Belang heeft een duidelijk standpunt. We willen de werkloosheid beperken in de tijd, dat je niet heel je leven van het op kunt leven, met uitzondering voor de 50-plusser. Als je 30 jaar gewerkt hebt en je hebt een tegenslag, en als ouder graag je moeilijker aan de slag, dan heb je uitzondering. Ja. Kijk, weer een punt waar je het eens met Frans Belang. Maar je hebt die heel mooi omgedraaid, hoor. Het is heel mooi omgedraaid. Binnenkort vervangen we weer die DigiVikings gewoon door een banner. Stem Tom. En ieder podcast... Nu, de campagne voor gratis vlaggen... En zo'n DigiViking, trouwens. Dat is waar. Dikke DigiViking. De campagne voor gratis vlaggen. 10%. Wie is daarmee gekomen eigenlijk, die campagne voor gratis vlaggen? Want dat werkt. Hè. Ik ken geen enkele partij die vlaggen ten eerste uithangt. Hè, doorheen heel het jaar. Hè. Ik ken een Turk hè, die geen Nederlands spreekt. Ik zweer je, die spreekt geen Nederlands. Hè. En die heeft een gratis vlag aangevraagd. Ah, ik zeg, wat is hij aan het doen? Ik zeg, maat, dat is toch gratis? Dat kost ook niks. Hè? En van waar komen die? Van China? Dat weet ik niet van waar ze komen. Heel erg van China. Ik weet het niet, want we hebben er echt heel veel, een heel magazijn vol. Dus we moeten er ook gewoon vanaf. En het tweede is ook gewoon, er ontstond iets heel gek. Wat ik zei, al die links, linky-winkies, allemaal. Oh, er is geen Vlaamse identiteit. Zoals Dries terecht zei, welkom in Vlaanderen, sorry dat ik Vlaming ben. We hebben er een tegenreactie gegeven. Want die Vlaamse leeuw is geen symbool van het Vlaams belang. Hè. Dat is van alle Vlamingen, ook ja, van, ja, u, dat is waar, ja, van ja. U, van u, van mm-hmm. Iedereen. Dat is de Vlaamse eigenlijk. Leeuw, hè, inderdaad. Maar oh, iedereen verontschuldigt zich ervoor. Oh nee, maar er is niks mis mee. Dat is de vlag van de Vlamingen, de vlag van de mensen die in Vlaanderen wonen. Nu, dat is jullie andere. Schuld een beetje, hè, omdat jullie, jullie hebben het logo een beetje daar overgenomen. Ben het, daar ben ik het niet mee eens. Maar in Le Pen, dat is zoals de regenboog. Maar dat is... Oh. Error. Dat lukt niet zo eens. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik geef u één voorbeeld. Marine Le Pen, onze vrienden in Frankrijk, van Rassemblement, die gebruiken ook de Franse vlag. Is er nou ene Fransman die zegt, oh nee, voor mij niet meer de Franse vlag dan, hè? Tuurlijk niet. Het zijn niet wij die de Vlaamse leeuwenvlag hebben besmeurd of slecht hebben gemaakt. Het zijn de anderen die het in de steek hebben gelaten. Hadden we maar 4 linkse gehad... Die zeiden, ik ben voor een multiculturele samenleving, ik ben voor open grenzen en god weet wat, maar ik ben ook Vlaming. Dat had geweldig geweest. Dat doen ieder land heeft dat, links of rechts, de vlag van hun gemeenschap, daar is een gemene deler. Maar zelfs dat pakken ze af. Wij bieden nog iets moois aan, een schone Vlaamse. En met ze bedoel je links, hè? Niet de allochtoon. Nee, tuurlijk niet. Voor altijd heel keest. Het is ook nooit de vraag van de allochtone gemeenschap dat wij onze tradities overboord gooien. Er is nooit de vraag van islamitische gemeenschap dat te doen. Dat zijn altijd diezelfde groene, geitenwolle sokken. PvdA van hetzelfde. Oh, het kruisje moet weg op de mijter van de Sint. Oh nee, Zwarte Pieten. Who the fuck cares? Een linkse, blanke elite die daar denkt. Ah, vinden mij nu leuk? Ik gooi mijn eigen identiteit weg. Vindt mij nu leuk?
Je wordt niet gerespecteerd als je jezelf niet respecteert. Dat is de bottom line. Dat is mijn woord. Ja. Weer al. Maar ik zeg het, hè, ik ben redelijk rechtsgezind, zoals je zelf al had gezegd. Ik ben redelijk rechtsgezind. Nu, dat is ook omdat we in een tijd leven waar... links te fel is gewoon. Waar te veel macht heeft. En rechts is het enige wat... Dus Vlaams Belang is de enige partij die anti-censuur is. Vlaams Belang is de enige partij die voor zoveel... Het is precies alsof de hele wereld gek is geworden. En Vlaams Belang is de enige redelijke persoon. Hè? En jij moet naar die man kijken en je moet zeggen van... Moet ik nu die gaan volgen of wat? Moet ik nu... Maar... Jij zet solliciteren een plekje op de lijst. Ik zal u mijn nummer geven. Het fundament is gelegd. Nee, maar ik zou daar... Dus over het algemeen is natuurlijk dat geloof wat een heel grote... Storende factor is. Ja. Dat is juist, maar dat is wat de islamitische allochtone gemeenschap zelf moet voor zichzelf uitpakken. Mm. Wij zijn ook klaar erin. Maar ik vind het wel chic dat je niet met leugens probeert te overtuigen, maar jij zegt, ik laat de keuze bij jullie, wij zeggen dit en als jij nu... zeg wel, maar dat is omdat je geen concurrentie hebt. Hè. Wat als er nu een partij komt... die... Een rechts-islamitisch Vlaams Belang. Nee, niet rechts-islamitisch, maar die zich eigenlijk houdt aan... Want ik denk dat er een algemeen consensus is bij heel veel mensen. En ik zie dat in reacties. Ik zie dat over heel sociale media. Dus niet enkel in België. Maar bijvoorbeeld om genderideologieën te gaan leren aan kinderen onder de 12 jaar. Ik denk dat heel veel mensen daar niet akkoord mee zijn. Mm-hmm. Maar ik geloof dat heel veel partijen en dus heel veel laten we zeggen standaard partijen, daar wel akkoord mee zijn. Dat is, en daarom dat er de gedachte is van, is dat een agenda? Is dat een, mm-hmm. En Vlaams Belang is eigenlijk zowat in België de enige uitsteker daarin die zegt van, oh nee, dat vinden wij absurd. Mm-hmm. Dat is normaal dat wij dan gaan denken, maar wel, die heeft een goed punt. Daar kom ik eindelijk overeen. Ja. Eindelijk iemand die dat zegt. Ja. Je hebt gelijk, je volgt het goede politiek. Alle partijen, van N-VA tot PvdA aan toe, zowel de Meer zegt, ik ben trots dat ik de eerste minister ben die de eerste transgenderwet heeft laten goedkeuren. Maar wat zijn we hier in hemelsnaam bezig? Ik denk dat je juist aanvoelt dat de transgenderpropaganda echt ons wordt opgedrongen. En dat vind ik het probleem. De propaganda. Ik heb duidelijk geen probleem. Het Vlaams Belang heeft ook geen probleem met het feit... Het moet verschrikkelijk zijn als je als vrouw geboren voelt in een mannenlichaam. Ja, inderdaad. Klopt. Dat moet niet fijn zijn. Ik wens niemand de hel toe. Hè. Nee, dus ik wil dat je leeft in je eigen... Ja, en moet je die mensen nu zeggen, die zijn ziek, zo, ook allemaal niet. Wil die zich als vrouw verkleden of vrouwen als man verkleden? Ja, dat is een beetje raar, maar bon... Voilà, ja. Maar heb ik nu de noodzaak om hem of haar te beledigen door... Nee, tuurlijk niet. We doen dat redelijk hoffelijk. Mm-hmm. Ik trek de grens wel als je uit dat gevoel rechten begint te halen. Of zelfs wetten. Of wet, ja, maar dus ja, dat is het gevolg daaruit. Hè. En plots als omgebouwde vent met de vrouwencompetitie gaan meedoen. Of ik ben een omgebouwde vent, ik noem me Jan, maar ik noem Janine. En nu wil ik in de vrouwenkleedkamer. Ja, sorry, dat werkt niet. Hè. Gender is een uitvinsel. Hè. Ja. Mm-hmm. Geslacht is een realiteit. Er zijn mannen en er zijn vrouwen. Een XX-chromosoom en een XY-chromosoom. Punt, andere lijn. Ook al die transgender-activisten. Hè. Moet je eens vragen hoeveel genders zijn er eigenlijk? Daar kunnen ze niet op antwoorden. En zijn dan de clever... Moeilijke vragen. En als er een clever al zegt 42, somt ze op. Ja. Het is echt flauwekul. Uit een gevoel, een recht pure, is eigenlijk flauwekul. Ik voel mij toch echt wel... Ik ben een oude ziel in een jong lichaam. Ik voel mij 67. Ben ik nu mijn pensioen? Iedereen zegt, maar Tom, je is op je kop gevallen. Ja. Maar iemand, oh, ik voel me een vrouw. Oh, geen probleem. De pas even aanpassen. Ja. Zo even, en wilde meedoen met de vrouwenhockeyvalploeg. Dat vinden we... Maar al duidelijkheid, ik denk soms dat Candid Camera is. Dat is niet normaal. Hè? Dus ja. Ik denk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen het individu dat slecht in zijn vel zit. En daar moeten we dan maar een modus in vinden. Ja. Nu trouwens, als je je ontbouwt en je als vrouw... Ja. Er mogen mensen zeggen dat ze dat belachelijk vinden. Hè? Tuurlijk. Ook dat, hè. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Ook, ik heb het ook daarmee... Men is allemaal voor diversiteit, maar je mag diversiteit niet benoemen. Mm-hmm. Als je dan een rosse bent, ja, dan zijn een rosse, zijn een kale, zijn een kale. Zijn omgebouwde mensen. Moet je dat altijd in mensen in your face gooien? Nee.
Nee. Dat hoeft niet. Ik geloof ook dat dan... Dat mag wel benoemd worden. Ja. Dat zou geen probleem mogen zijn, het benoemen van. Ja. Ik geloof ook dat dat een gevaarlijke trend is. Ik weet nog dat toen ik een derde middelbaar zat, weet ik nog dat de meisjes in mijn klas en op mijn school, er was een trend gaande dat ze de zijkant van hun hoofd, dus van hun haar, afscheerden eigenlijk. Reeft even. Ja, heet dat zo? Ja, ik weet het niet. Maar... Dus ik merkte dat dat een trend was, een modetrend dan eigenlijk, en dat die zich een beetje lesbisch gingen gedragen. Mm-hmm. Hè? Een beetje... Dus... Zou dat gewoon geen interesse in doen? Ja, dat kan ook. eigenlijk was het allemaal. Ja. Maar, dus zo, iemand komt. Ik merkte dus dat dat een trend was. En ik geloof dat dat nu... ik ga niet zeggen dat dat volledig een trend is, hè, want dat is onbeleefd naar de mensen die Noem het wel, niet alles is een trend. Maar als Melk zegt, is het toch heel toevallig dat net bij hoogopgeleide linkie-winkies dat die plots allemaal transgenderkinderen hebben en dat bij de arbeidersklasse van mensen die moeite hebben op het einde van de maand te halen, er plots geen kul is over gender. Dat zijn mensen heel vaak met te veel tijd die plots een kleine van 7 jaar serieus nemen. Ah, ben je nu een meisje? Nemen die ook serieus? En zelfs soms durven duwen naar daar. Ja, durven duwen. Ja. Ah, maar neemt je oude klein ook serieus als die 7 jaar... Ik ben een piraat. Ah, oké. Okay. Goed, dan zullen we het beentje afzagen en een oog eruit lepelen. We nemen dat niet serieus. Ja. Seksualiteit. Dat ik wel die transgenderlobby kwalijk neem. Men begint... Want het gaat over jong, seksualiteit. Ja. Met minderjarigen. Daar gaat het dat over. Dat is een grote probleem. Men begint met minderjarigen te seksualiseren. Mm-hmm. En daar heb ik een probleem mee. Mm-hmm. Laat ons nu eens heel eerlijk zijn, zonder een progressieve jongen te willen zijn, want dat ben ik niet. Puberteit en het begin van de seksuele ontluiking is nogal wat verwarrend. Mm-hmm. Er zijn nog wat hormonen. Wilt je nu? Wat zijt je nu? Dergelijke meer. Laten we in die verwarrende periode... Minderjarigen nog steeds, niet beginnen met hormonentherapieën en zo. Erop. Ja. Laten we dat nu eens even uitvlakken en we zullen zien. En ik ben ervan overtuigd dat er studies gaan zijn binnen 20 jaar waar ze gaan zeggen, wij hebben hier mensen mismeesterd doordat die een fase in hun leven doorgingen en die gewoon verbouwd hebben. Ja. Vooral dat ik raad niemand het aan. Doe het niet. Niet doen. Google niet hoe dat eruit ziet de fysieke ombouwing van mannen en vrouwen. Dat is, als je denkt dat dat normaal is en oké is, dan is er iets mis mee. Maar het fysiek ombouwen, ik wil één voorbeeld geven. Uh-huh. Voor een man die een vrouw woont, dat is een permanent etterende wonde. Hè. Uh-huh. Dat is verschrikkelijk. Ja. Het lichaam is er ook niet voor gemaakt, hè, in principe. Nee, natuurlijk niet. Ja. Dus ja, dus ik ben daar dus wel veel strenger over. En waar ik nog die transgenderlobby kwalijk neem, is dat ze nu holibies en transgenders op één hoop. Alles wordt samengezet, ja. Maar wat is dat nu voor iets? Mm-hmm. Ik ken heel veel homo's die zeggen... Maar, sterke gemeenschap wel, hè. Die zeggen, maar ik moet helemaal niks met die transgenders mm-hmm. te maken hebben. Nee, dat is waar. Ja, ik denk dat... Ja. Dat is ook een consensus, hoor. Ah, ja. Dus ik denk dat... Dus er is een kleine minderheid die dat opdringt bij iedereen. Ja, wat vreemd is. Want van waar komt dat? Ja, dat is een trend. Dat gaat op een vreemde manier. Er, zoals we zeiden, er zijn ook veel ouders, heel waarschijnlijk, in bepaalde huishoudens die hun kinderen ernaar pushen om dan te kunnen zeggen op het oudercontact of tegen de mijn kind of café, is transgender. Van, ja, ons Janine, die wil Jan worden. En wij steunen dat volledig. Want wij zijn open, om dat te kunnen zeggen. Want wij zijn open-minded. Ja. Want je hebt gelijk, want dat is de val. Het moment dat je niet meegaat in de mainstream, dan zit je, jij bent bekrompen. En daarom ben ik nogal fan van het Vlaams Belang, maar dat nu wel zeggen als partijvoorzitter. What you see is what you get. Zoals je net opgemerkt, wij praten niemand naar de mond. Hier staan wij voor, zijt je het er niet mee eens, geen probleem, stem op een andere partij. Maar ik heb zo'n hekel aan politici die mensen aan de mond praten en mensen die meepraten met de rest. Denk toch eens verdorie voor jezelf en kom op een andere mening uit. Dat is niet zo erg, hè. We gaan niet dood van een andere mening. Hè. Nee, het liefst zelfs. Hè. Ja, dat is ook diversiteit. Hè. Dat is ook diversiteit, hè. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is echte diversiteit. Als je een linkie winkie kwaad wilt krijgen, ik ben voor diversiteit. Ah, diversiteit van meningen? Nee. Hoe zie je dat aan diversiteit? Die rijden zich hopeloos vast. Hè. Ja, dat is ook. Tom, ik wou het nog één keer hebben over... Een clip die ik overlaatst heb gezien op het internet. Uw collega, Theo Franken. Oh, moet ik een andere partij verdedigen? Nee, vertel maar.
Nee, gewoon op uw gedachten daar rond. Conculega. Ja, conculega. Theo Franke. Wat aan Brussel? Ja, Brussel. Midden in Brussel. Je denkt, ik zit op café. En ik moet heel dringend naar het wc. Naar het wc. Je hebt die clip gezien, hè? Ja. Dus je hebt... Dus om even context te geven, Theo Franke is betrapt met... Was dronken op café met een collega-parlementslid, Daya Safai. Ah, ook nog, ging dan wild plassen. Hoort dat... Dit is op straat, zo bedoeld, hè? Ja. Hoort dat? Nee. Verdient een gasboete? Ja. Ik heb die beelden niet mee verspreid. Ik vind ook dat er om een duur wel een lijn overschreden wordt. Mensen zijn al eens dronken, mensen doen al eens domme dingen, ook politici. Mm-hmm. Natuurlijk heb je een voorbeeldfunctie, dat hoort niet, praat niks goed. Maar ik wil niet aan die manier aan politiek doen. Dat, oh, er is iemand dronken, ik film dat, ik verspreid dat. Ik wil graag hebben dat politiek debat gaat over de ideeën die er zijn. Het debat, wat hebben ze gedaan? Mm-hmm. Wat doet de regering? Wat zegt de oppositie? Ik wens niet dat dat getroubleerd wordt door persoonlijke dingen die gebeuren. Nu, los daarvan, om het Vlaams straatbeeld zo te bekladden, midden op straat. Maar hoe dronken moet je zijn als je in een café zit met een toilet, om dan toch nog op straat je ding te gaan doen? Dat is gewoon niet slim. Maar voor daarna een spel van te maken, ik wil liever het debat met Theo Franke hebben over zijn idee. Ik doe niet als je zou willen weten wat ik allemaal weet over politici. Mm. En hoe vaak er filmpjes getoond worden van, je moet iets met doen, Tom, dat is... Mm. Ik doe dat niet. Dat is niet hoe ik in elkaar zit. Doen zij dat wel met u? Merk je dat gevoel wat je hebt, dat niet... Oh, wees maar zeker. Alles wordt... Ik heb zoiets... Ik heb altijd als voorbeeld... Er was eens een technofeestje in Antwerpen en er is een dame zwaar onder de pillen in Scheld gesprongen. Het Scheld is de Schelde, dat is de prachtige rivier in Antwerpen. Prachtige rivier. Het HLN maakt er een printartikel van. Vlaams Belang kandidaten springt onder invloed in de Schelde. Ik zeg, oh my god, een van mijn parlementsleden is hier over de schrijf gegaan. Dat was aan. Ik zeg, ken die dame niet? Die dame had niet de vorige lokale verkiezingen op een lijst gestaan in een fucking district op plek 17 of zo. Wat is dat politiek relevant? Altijd wordt dat erbij gestort bij ons. En we zijn zo ver gekomen. Ik drink nu al meer dan 200 dagen geen alcohol. Proficiat. Dat is helemaal niet proficiat, domme beslissing, maar... Tom is gewoon zo anti. Jullie vinden dat goed? Nee. Dat is islamitisch. Nee. Wijn! Nu! Om gewoon één, scherp te zijn voor de verkiezingen. En twee, gewoon, ik wens niet dat er een foto is dat ik ergens gezellig met vrienden een pintje te veel uit heb. Ja, dat is iets, ja. Omdat er twee maten, twee gewichten zijn. Met Vlaams Belang wordt alles uitvergroot. Ja. En, dus je zit extra op je hoede. Ik ben extra op mijn hoede, maar slim ook. Tegelijkertijd ook. Zou de frustratie kunnen zijn, ja, maar die hypocrieten daarop pakken ze terug. Ik doe niet op die manier aan politiek. Ja, dat is mooi. Dat is niet de quick win. Dat is gewoon op een bepaald moment moet je 's ochtends in de spiegel kunnen zien. Ik wens politiek tegenstanders zo niet te tackelen. Zou je jezelf de meest succesvolle partijvoorzitter van het Vlaams Belang noemen? Oh, nee. Tot nu toe? Nee. Nu, je gaat dat moeilijk over jezelf zeggen, hè? Wie dan wel? Onze stichter, Karel Dille, die heeft uit het niks gedacht, tja, ik ga in 77, terwijl heel Vlaanderen heel links is, 68, ik ga een rechtse conservatieve partij oprichten. Ik ga voor iets revolutionair gaan waar niemand geloofde. Ik weet zelfs niet dat het zelf 100% geloofde. Vlaamse onafhankelijkheid gaan. En vandaag de dag is dat een realistisch. Dat moet visionair geweest zijn. Bijna 50 jaar geleden zeggen, dat gaat het zijn. En dat uitbouwen tot die partij, en nadien krijgt de Frank van Enke, die dat tot 24% toe, samen met Philippe en Gerolf. Dus er zijn wel heel succesvolle partijen. Maar ik wil dat ik weet het, als Antwerpenaar is dat chockerend dat ik niet vol lof over mezelf ben. Als ik iets mezelf zou willen toedichten, waar ik wel heel trots op ben, is dat Vlaams Belang niet is verdwenen. Okay. Want 9 jaar geleden hadden we nog maar 5%. Niemand gaf een eurocent voor ons als partij. Ze dachten, ja,
Ze hebben die snotneus van 27 partijvoorzitter gemaakt, een kindsoldaat. Of 27? 27. Dat was ziek hoor. Ik was heel, heel jong. Op carrièrevlak chapeau. Ja. Ja. En ik heb het me helemaal gegooid, alle risico's van dien. En het Vlaams Belang is niet verdwenen. Daar ben ik wel trots op. Ja. Wat de scores zullen zijn volgende verkiezingen, of hoe het Vlaams Belang evolueert, dat laat ik voor historici. Ik kan wel zeggen dat ik heb gezorgd dat het Vlaams Belang niet is verdwenen. Ja. En is gegroeid, mogelijk. Ja, dat we nog meer groeien. Je eens zien dat in het. Ik wil ook wel zeggen, Dries van Langhoven was een goede Robin to your Batman. Dat misschien eerder... Dries de Batman zijn en ik erom... Ik weet niet dat... Dries heeft, dus, in sommige gevallen is dat... In sommige aspecten is dat waar. Hè. Dries Ik had Dries echt heel graag. Ik vond een heel goede politicus. Ik vind het onheus wat hem is aangedaan wordt. In het slechtste geval heeft hij het stout gezegd. Hè. Ja. Je mag geld pikken als politicus. Ja, we gaan daar volledig mee. Maar hij heeft openal in het slecht, ik vind dat hij iets fout heeft gezegd, maar in het slechtste geval is het dat, omdat hij zijn studie is buitengegooid door de universiteit, buitengegooid door banken. Dus Dries heeft iets vreed meegemaakt. Krapuleus. Ja. En de media blijft maar die dingen schrijven. Ja, dat is een beetje dus absurd. Ik had gezegd, Dries, het is niet dat je nu in een politieke storm zit. Binnen 5 jaar zijn we weer 5 jaar verder. Fuck dat proces. Winst of verlies, dat maakt me niet uit. Je talent, laat het niet doen. We kunnen ons samen versterken. Hij heeft nu een andere keuze gemaakt. Ook weer een heel moedige keuze. Voor aan politiek te doen, maar niet binnen partijpolitiek. Mm-hmm. Dus met filmpjes, met zijn... Dat doet hij heel goed, flankerend. En hij heeft ook, we moeten niet flauw doen, terug de vrijheid om zo de dingen meer te zeggen zoals hij dat wil zeggen. Mm-hmm. Als je partijpoliticus bent, dan wil je toch altijd dat de partijvoorzitter tevreden is hoe dat je iets zegt. Tuurlijk. Maar dat past perfect bij Dries in imago. En ook de manier waarop gewoon die zijn video's maakt en zo. Ja, chapeau, doet dat goed. Dan zijn we hier reclame aan het maken voor het YouTube-kanaal van de VRT. Voor Dries. We zijn hier... moet dat voor ons nog reclame maken? Ja. We zijn heel deel over Vlaams Belang bezig. We hebben gezegd dat er gratis vlaggen zijn. Ja. Leeuwenvlag.vlaanderen. Kun je dat wel gratis halen? Voilà. Ik denk, we kunnen gaan naar de fan questions. Ja, we gaan afronden. Dan zijn we klaar. We zijn keihard aan het we doen dat. Mensen hebben ondertussen al in slaap gevallen. Dat betwijfel ik. Dat is de eerste aflevering van seizoen 3. Ik denk dat de mensen blij zijn. Dat we heel de zomer moeten wachten, want je kunt die podcast niet beluisteren in Turkije. Blijkbaar. Dat is waar. Ja. Die is op Spotify, overal te beluisteren. TikTok, Spotify, Apple Podcasts. We moeten onszelf ook een beetje reclame maken. Dat is waar. Eens kijken. Eerste vraag. Furkan Mirisch 1903 vraagt: wat vind jij van Reuzegom en wat is uw mening over de dood van Sandadia? De mening over Reuzegom is dat de wetgeving onvoldoende is om hogere straffen te geven. De wetgeving is te beperkend daaromtrent. Het Vlaams Belang is al langer een partij die voor hogere en strengere straffen is. Over het geval van Reuzegom kan ik zeer duidelijk zijn: er is geen racisme in het spel, wat men ook mogen beweren. Er waren 3 schachten die alle 3 hetzelfde hebben ondergaan en er is er 1 van gestorven. Toevallig had hij een andere huidskleur. Als je een beetje het centenleven kent, om de 10 jaar gebeurt er wel zo'n dramatisch ongeluk. Het is echt een ongeluk. Die Reuzegommers zijn een vriend kwijtgeraakt. Hij heeft gekozen om vrijwillig bij die club te gaan. Weten het ook die doop was. Je weet natuurlijk dat je dood gaat, daar wist je niemand toe. En zij kenden hem al. Dat waren vrienden. Dat is een verschrikkelijk ongeluk met te veel alcohol in het spel. Dat is er gebeurd. Ik ken het proces niet in details. Misschien kan er een discours gevoerd worden. Hebben ze hun verantwoordelijkheid wel snel genoeg genomen? Maar ze hebben zijn verantwoordelijkheid genomen. Ze hebben hem naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben alles geprobeerd. Misschien te laat, kan zijn. De hetze dat tegen die gasten is gevoerd in de media. Door een YouTuber die maar likes wou. Enkel alleen omdat ze toevallig oude kinderen van zijn. Ik vind niet dat de kinderen gestraft moeten worden omdat ze toevallig van goede komaf zijn. Net zoals ik vind dat kinderen niet gestraft moeten worden omdat hun ouders van slechte komaf zijn. Dat is alle 2 fout. Dus het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En dat er iemand gestorven is op een doop. Ik zelf ben ook prezes geweest. Ik heb nooit vettige doop gedaan. Ik heb er ook nooit de leuten van ingezien. Mm-hmm. Maar te doen dat het een moord is van rijke luiskindjes op een allochtoon, dat is echt ronduit degoutant. Want dan maak je de dood van Sandia misbruikte voor een politiek verhaal. Nu, het is natuurlijk jammer dat hij ook
precies helemaal geen, geen straf hebben gekregen. Hè. Dus, maar dat is het wetgevend kader. Ja. 9 maanden na... Nu, is dat niet een beetje mis... Je kunt zelfs de wetgevende kader kunt je misbruiken. Hè. Ja, maar het wetgevende kader, iets wat het is, wij vinden strengere straffen moet mogelijk zijn, ook hogere geldboetes. 9 maanden na dat voorval is er een Waalse blanke student, ook gestorven in de doop, weet je dat? In Wallonië, 9 maanden na de val, ook een doop te veel gedronken. Hmm. Geen letter. Het is natuurlijk moeilijker om te marketen. Hè? Ah ja, maar het past niet in het frame van woke, de blanke rijke onderdrukker en de zwarte onderdrukte. Daar hebben ze per van te maken. Maar dat was het ook wel, hè? Maar nee, want het was een vriend van degene die de doop deden. Die zijn een vriend kwijt. Iedereen dat hier aan het vergeten is. Er is misschien onverantwoordelijk omgesprongen. Misschien te laat omgesprongen, kan allemaal gezegd zijn. Maar er is geen racisme in het spel. Het is niets van onderdrukker en een onderdrukker. Dat is flauwekul. Dat heeft niks met de waarheid te maken. Ja, ik zou ook niet zeggen dat het direct met racisme heeft te maken. Hè, maar het is wel, ik zou wel... als je kijkt zeker naar de reactie na de rechtszaak en zo, zou ik zeggen elite tegen middenklasse. Ik denk dat het ook vooral daarover gaat. Ja. Ik denk dat het probleem zich vooral daarin kadert, in de zin van wat er is gebeurd wanneer het proces is gestart. Wat je kunt zeggen is dat zij misschien de betere advocaten konden betalen. Dat kan misschien dat duidelijk, zijn. Hè, ja. Die advocaten hebben meer gekost dan de geldboete. Ja. 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 Maar dus je vindt wel dat maar die... Sandia heeft volgens mij toch Sven, weet hem niet meer, ook een topadvocaat gehad. Dus... Oké. Okay. Maar dus je vindt wel dat de daders van Van Reudegom, dat de straffen groter mochten zijn. Die mochten zijn, bijvoorbeeld, heel simpel, ja... Als je dat knipt, gaan we dat achtervolgen. Ik denk een pijnlijk ongeval wat het eigenlijk is. Mocht iemand komen solliciteren bij mij en zegt, ja, ik ben stom geweest, te veel gedronken, er is een accident gebeurd. Het zou voor mij geen conditie sine qua non zijn om iemand niet aan te mm-hmm. nemen. Je kunt stommiteiten doen. Wij kennen het ook, hè. Schuld. Je moet schuld bekennen. Ik heb een fout gemaakt. Je doet boete, celstraf, geldboete, dingen. Mm-hmm. En dan krijg je de vergeving. Het probleem is dat, als ik iets mag zeggen, dat ik vind dat ze misschien beter hadden gedaan, ze hebben misschien iets te weinig schuld bekend. Ze hebben heel snel communicatie, stil, ze hebben nooit schuld bekend. Dat had iets gemakkelijker geweest voor het verwerkingsproces. Ja. Ja. Maar ik denk dat dat geadviseerd is door de advocaat. Ik denk het ook, ja. Ik denk ook dat het daarvan komt. Een beetje dat ik eruit heb, echt emotionele... Maar leidend, ja, ik wil dit helemaal niet. Er is een kameraad van mij gestorven, nooit gehoopt zo. Ja, moet eruit geraken natuurlijk, maar ook zonder consequenties. Maar om een duur, ik ben ook geen held erin. Ik ben ook niet, als ze mij iets vroegen, heb ik altijd eerlijk mijn gedacht gezegd over het proces. Ik ben ook niet in de bres gesprongen. Als je ooit tijd hebt, echt te veel tijd, moet je kijken naar een terzakenuitzending waar de twee advocaten samen in terzaken zitten. En hoe die sirene na afloop van het proces met elkaar erover spreken, dan denk ik dat het proces correct is verlopen. Ja, toch? Ja. Zelfs de advocaat van Sandia herkent dat. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Volgende vraag. KDG Sema die vraagt, waarom is er een tekort aan leerkrachten? Heb je geen actieplan hiervoor? Ja, er is een tekort aan leerkrachten omdat ze het allemaal niet volhouden. En twee dingen. Eén, de opleiding mag een beetje het kwalitatief voller, dat de lat wat hoger ligt. Tweede, er moet ook respect zijn voor leerkrachten. Als een leerkracht iemand buiten gooit, moet dat opgevolgd worden. Als je straf krijgt, schrijf het die straf, ga niet klagen bij je ouders. En ten derde, leerkrachten moeten eigenlijk terug iets lesgeven en niet bezig zijn met administratie en zo. Die net dat de drie factoren zijn. Zorg dat de administratieve last afneemt, dat leerkrachten les kunnen geven. Twee, zorg dat er respect is voor leerkrachten. De leerkracht heeft het voordeel van de twijfel, niet omgekeerd. Mm-hmm. En derde is werk aan het onderwijsniveau van de opleiding van leerkrachten. Dat is ons plan, zeer kort. Maar zou je niet zeggen dat als je de lat hoger gaat zetten, dat er net nog minder leerkrachten gaan zijn? Ja, maar ik denk dat kwaliteit oplevert ten opzichte van kwantiteit. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja, want als de kwaliteit hoger is, ga je ook minder uitval hebben. Gewoon, hè? En je moet terug respect hebben voor een leerkracht. Zo. Het mag niet zijn, ik heb 3 richtingen geprobeerd, ik kan nu leerkracht worden. Dat gebeurt veel te vaak tegenwoordig, is waar. Ik weet dat je vroeger opgekeken werd naar leerkrachten. Dat moet terugkomen. Ja. Duidelijk. Ik persoonlijk ga daarmee akkoord met alle drie die punten. En vind ook dat een leerkracht wat meer mag beloond worden.
financieel, al dan niet financieel. Meer incentives in ieder geval. Ik denk dat je niet in het onderwijs stapt voor het loon. Dus loon, ze mogen uiteraard meer verdienen, daar ben ik niet tegen. Maar het is niet een driver voor het onderwijs te staan. Nee, maar dat gaat eerder hand in hand met wat jij zegt. Nee, dat gaat eerder hand in hand met wat jij zegt. Een hoger loon toont meer appreciatie. Ja, maar als ze je uitschelden en ze gooien dingen in je hoofd, dan moet het niet uit. Het moet een combinatie met zijn. Hè? Ja. Het moet een combinatie met die drie punten zijn. Hè? Ja. Dat is wat ik bedoel. Ja. Volgende vraag. We hebben heel veel vragen gekregen voor onze kijkers. Sorry dat we niet alles gaan kunnen vragen. Ik zal sneller antwoorden. Korter antwoorden. Ja, dan mogen zeker... quick fire questions. Snel. Oké. Okay. Ja. Boeboet Yassin vraagt, welke Marokkaan pest u op school? Niemand. Die vraag gaat je vaker krijgen. Ja, ik wou dat ik kon zeggen, Tom is gepest geweest door Marokkaan X of Turk. Het is niet. Dichtbij de stationsbuurt, hè, in Antwerpen. ik multiculturele klasse. Ik ging spelen bij die mannen. Ik vond dat helemaal niet erg. Bij hun thuis ook? Ja, we hadden wel geen Turk of Marokkaan in de klas. We hadden meer Pakistanen, Polen, Aziaten en zo. Ja. En dat dus... mag je meer. Dat heb je vaker in Antwerpen. Hè. In Limburg heb je niet zoveel. Nee, zo Pakistanen. Gelukkig kind geen diversiteit. Ja, dat is niet zoveel als Antwerpen. Dat is waar, ja, dat is waar. Nou, we hebben veel onderwerpen al besproken gehad. Hè. Ja. Wie is uw grootste voorbeeld van La Hagra? Als je dat zo uitspreekt. Ja, voor mij onze stichter, Karel Dille. Ik heb al gezien dat ik veel bewondering voor heb. En dan heb je in Nederland iemand, kun je nog kennen, die nog kent, Pim Fortuyn. Ik ken de naam. Die naam, ja. Pim Fortuyn was de eerste die een rechtse partij in Nederland opricht. Die is doodgeschoten door een groene activist. Dat meent je niet? Die moest normaal gezien minister-president worden. Pim Fortuyn kwam eigenlijk uit socialistische middens. Hij was een professor. Hij was een extravagante homo. Kaal, altijd strak in het pak. En toch rechts. En heel rechts. En die was heel erg tegen de islam. Mm. Islam en achterlijke godsdienst en zo. Maar die deed dat op een heel grappige manier. Heel zoals... Zo. Ja, maar bijvoorbeeld, dan vroegen van die linkse snobistische journalisten. Ja, maar meneer Fortuyn, kent u eigenlijk wel Marokkaanse jongens? Kent u die wel? En dan zei hij zo, of ik ze ken... Ik ga ermee naar bed. Ken die beter dan nu? Ja, en dan stond hij daar. Ik heb gewoon een probleem met de islam. Waarom heb je het helemaal naam? Of dan stond er iemand zo van die linkse, vies, tuig, zo te protesteren naast hem. Geen nieuwe Hitler in Nederland. En dan, hij maatpak, homo. Hij heeft ook een butler, hij heeft ook zo twee van die hondjes. Zo, maar dan ging hij ernaast dan zo, met zijn pak zo. Kijk. Dat is nou waarom ik vind dat er geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. Mocht iemand deftig onderwijs hebben, dan maakt het niet zo belachelijk met zo'n bordje. Oh, dat zijn van die dingen dat ik geniaal vind. Nederland had nog nooit de rechtse partij gekend sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat was een revelatie. Ik was aan de grond genageld toen hij doodgeschoten werd. Ik heb pas dat is emotioneel... natuurlijk nooit het antwoord. Hè, ja. En als hij zijn begrafenis, dat was immens. Pink Fortuyn. Oké, cool. Dat betekent ook eens dat we die naam kennen. Hè? Ik vind het nog wel een goede vraag, een goede inhoudelijke vraag. Tarek Bash vraagt, wat is de grootste verwezenlijking van Grieken sinds zijn voorzitterschap tot nu toe? Gezien dat we aan het einde van het programma zitten, ik zal korter op antwoorden. Mm-hmm. Vroeger dachten wij dat we het eerst cordon sanitair moesten breken, dan zouden we het cordon mediatiek breken en pas dan zouden de mensen publiekelijk uitkomen, ik ben Vlaams Belangen, het sociale cordon. Ik denk dat ik dat heb kunnen omkeren. Ik geloof oprecht, als mijn grootste verdienste is, louter van het Vlaams Belang van de Ondergangreden, is dat vroeger zouden twee vrienden, die bij de scout zitten op de Giro, en de ene zegt ik stem op Groen, en de andere zegt ik stem op Vlaams Belang, die zouden niet meer gesproken hebben met elkaar. Vandaag is het taboe om te zeggen ik stem Vlaams Belang, grotendeels weg. In de hogere elite zijn er zogezegd geen Vlaams Belangers. Maar op de werkvloer, bij collega's, ik stem Vlaams Belang, iemand anders en iets anders, dat is nog steeds niet van... Oké, allemaal goed, dikke vrienden. Maar het is ook niet van, oh nee, daar spreek ik niet meer tegen. Het sociale stigma is weg. Van ik geloof onder Vlamingen wel, maar ik geloof een Vlaming naar een allochtoon toe, geloof ik dat niet. Ik heb niet veel mensen die zeggen, ik ben Vlaams Belanger, tegen mij als allochtoon zijn. Nee. Ja, dat denk ik ook wel. Maar bestaan er eigenlijk allochtonen die zeggen, ik ben Vlaams Belanger? We hebben het net over een gehad. Dat stigma zou je snel weg moeten zijn. Ik ga wel ergens akkoord, denk ik, met wat gezegd. Ja. Ik denk niet, ik heb vroeger in mijn jeugd of tijdens het opgroeien,
Natuurlijk, dat is moeilijk om te vergelijken met elkaar, hè, want het waren kinderen toen. Je gaat meer hebben over politiek dan toen. Ja, voilà. Maar toen heb ik... kende niemand een Vlaams Belanger, maar 20% stemde op het Vlaams Belang. En vandaag kent je ook Vlaams Belangers. Dan stemt er maar 5%. Nee, dat is niet waar. 19 in de peilingen. Nee, maar ik zou wel zeggen dat inderdaad, vroeger werd er helemaal niet over gesproken. Of werd er mee gespot eerder. Hè, van, je stemt zeker op Vlaams Belang, haha, zo. Terwijl ik nu wel vaker bijvoorbeeld de Vlaamse leeuw zie hangen buiten, wat nog steeds wel wordt gezien als een Vlaams Belang symbool. Voilà, als een Vlaams Belang symbool. En ik heb zelfs een collega gehad toen ik in Gent werkte, die met een petje naar het werk kwam met Vlaams Belang. Een petje van het Vlaams Belang. Ik weet niet meer juist wat erop stond, maar het was duidelijk een petje van het Vlaams Belang. Alhoewel ik wel denk dat hij expres deed om mij een beetje te. Ah, echt? Ja. Maar allez, ik heb er nooit op ingegaan of zo, dat interesseert me niet. Het voor wie je bent. Moet je ook een petje nemen? Dat is die gratis. Voor u wel. En nu er een leeuwenvlag bij. Ik denk dat we kunnen afronden. We kunnen inderdaad afronden. Is er nog iets Hij heeft zijn gratis petje. Ja, voilà, we zijn rond. Dat was schakel maar uit, man. Schakel maar uit. Nog niet eens een outro, niks. Nee, is er nog iets wat jij wilt delen, Tom? Nee, ik vond het ongelooflijk plezant en interessant om te doen. Insgelijks. Mochten mensen, misschien een beetje leem, maar mochten mensen nog vragen hebben of zo... geloof de linkse media niet, geloof onze tegenstanders niet. Stel de vragen aan ons, mail ons. Met mij tom.vangrieken@vlaamsbelang.org. Stuur een berichtje op Facebook of Instagram. Of TikTok of God weet waar dat je bevindt. Spreek ons aan. We zeggen hoe dat we het echt denken. We gaan u niet op de mond praten, maar alsjeblieft haal informatie van het Vlaams Belang uit eerste hand. Geloof niet wat onze tegenstanders over ons zeggen. We gaan dingen zeggen dat je waarschijnlijk misschien niet leuk vindt, maar het gaat wel eerlijk zijn. Maar we gaan ook dingen zeggen waar je het eigenlijk wel mee eens bent. Inzet waar je misschien niet weet, of onze tegenstanders niet willen dat je dat weet. Ja, mooi om af te ronden. Inderdaad. Tom, bedankt voor te komen. Nog eens. Bedankt voor de uitnodiging. Voor de mensen die nog zijn aan het kijken of zijn aan het luisteren. We zijn boos aan het worden. Wij zijn boos. Dit seizoen zijn we boos. Boos. Seizoen 3 zijn we boos. We kunnen er niet meer mee lachen. Nee, ik vind dat niet meer oké. Hoeveel procent? 73,6. Is nog altijd niet geabonneerd. En hoe komt dat, weet je? Jullie kijken toch? Je zit nu momenteel aan het kijken en niet liegen. Hè. Dus we zijn bijna 2 uur verder, je hebt ervan genoten. Als je 2 uur lang kijkt, dan heb je genoten, hè, vriend. Dus laat een duim, laat een like achter. Gooi een reactie erbij. Laat je steun zien. Ja, misschien niet direct aan het Vlaams Belang. Wij zijn met veel, hè. Maar, dat is waar. Hè. Maar heel veel mensen van het Vlaams Belang gaan dat ook kijken, waarschijnlijk. Hè. Dat is waar. Die mensen, we hebben nog een aflevering met Dries Langer over Trans. Check hier. Nee, maar bedankt voor het kijken, eerst en vooral. Bedankt en dat je uw kostbare tijd, die je ergens anders kon insteken, aan ons hebt gegeven. Oprecht, dank u. En voor de mensen die zijn aan het luisteren en aan het werken zijn, jullie zijn de strijders. Echt de strijders. Voilà. Mensen, thanks, hè. Tot de volgende. Let's go. Zo.